Goedenavond. Ik wil u vragen plaats te nemen, zodat wij deze oriënterende ronde kunnen beginnen. Ik wil u welkom heten hier op deze oriënterende ronde op dinsdag 11 februari. Ook welkom aan alle gasten op de tribune. Fijn dat u er bent. Daarmee heb ik punt 1 van de agenda gehad. Wil ik vaststelling van de agenda, punt 2. Zoals de agenda voor ons ligt, kan het uw goedkeuring wegdragen, dan zullen we de agenda volgen zoals deze is. Dan komen we bij agenda punt 3, het spreekrecht. En er hebben zich 3 sprekers gemeld voor vanavond. En in volgorde van spreken zijn dat de heer Schoenmaker namens Stichting Centrum Management Stad Hardenberg, die spreekt in over punt 4. En de heer Ciao en de heer Klokkers spreken beiden in op punt 5. En daarom wil ik graag eerst de heer Schoenmaker naar voren vragen. U heeft vaker ingesproken, hè, meneer Schoenmaker, u kent de spelregels. Nou, hier 5 minuten, heel veel succes. Dank u wel. Goedenavond, voorzitter, dames en heren van de gemeenteraad. Ik ben Henk Schoenmaker, ik ben een betrokken inwoner uit het centrum. En daarnaast ben ik onafhankelijk voorzitter van de Stichting Centrum Management Stad Hardenberg. Vanavond is één van uw agendapunten de evaluatie en actualisatie parkeren Centrum Hardenberg. En u had het niet anders verwacht, maar daar wil ik graag over inspreken. Het totale aantal pagina's dat over dit onderwerp is geschreven is zoveel dat ik aan 5 minuten natuurlijk lang niet genoeg heb. Maar ik zal me dan ook beperken tot een aantal hoofdzaken. Dames en heren, Hardenberg Stad is een centrum van bewoners, bezoekers en consumenten. De consumenten is voor de ondernemers in het centrum de basis van het bestaansrecht van de detailhandel. De detailhandel is in zijn totaliteit één van de grootste werkgevers in de gemeente en is tevens een werkervaringsplaats voor de jeugd. Daarnaast zorgt de detailhandel voor levendigheid en is het een ontmoetingsplek voor alle mensen uit de samenleving. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben wij ingesproken en hebben een aparte avond gehouden over het parkeren en met name over de klantreis. En in het kort komt die klantreis op het volgende neer. De consument die maakt telkens weer een keuze voor het boodschappen doen en of winkelen. En daarbij komt de eerste vraag, hoe ga ik dat doen? Doe ik dat fysiek of doe ik dat via internet? En wanneer de consument de keuze heeft gemaakt voor de fysieke winkel, wordt de tweede vraag, waar ga ik dat doen? En daarop volgend, waar ga ik dan naartoe? En hoe? En bij die maken van die keuzes speelt een goede bereikbaarheid per fiets of auto en daarmee dus ook het parkeren een zeer belangrijke rol. Vanaf 2014, ja 6 jaar al dames en heren, hebben wij als centrummanagement in de contacten met de gemeente steeds aangedrongen op een herziening van het parkeerbeleid. Daarbij is onzijds steeds gesproken over de relatie consumentenbezoek versus parkeren. Zo werd al in 2014 in het kader van het toekomstig parkeerbeleid een gezamenlijk bezoek aan boeren gebracht, werd onder andere het actieplan Hardenberg vastgesteld en werd in 2015 met het ministerie van Economische Zaken Hardenberg als een van de eerste gemeenten in Nederland de zogenaamde retail deal gesloten. En als onderdeel van een totaalaanpak werd in 2017 door u als gemeenteraad de detailhandelsstructuurvisie vastgesteld en werd vorig jaar in opdracht van de gemeente een door Strabo uitgevoerd consumentenonderzoek gehouden. En als rode draad loopt het parkeren in het centrum van de stad Hardenberg door alle onderzoeken heen. En eindelijk is het dan nu zover dat door u over de evaluatie en actualisatie van het parkeren zal worden gediscussieerd. En graag wil ik u deelgenoot maken van de zienswijze van centrummanagement op het parkeeronderzoek.
Hoewel er in de afgelopen tijd door ons veel tijd is gestoken in de totstandkoming van deze evaluatie en actualisatie, zijn wij van mening dat er te weinig belang wordt gehecht aan de mening van de consument en onze visie op het parkeren. In onze optiek wordt er te veel gekeken naar het hier en nu en te weinig naar de toekomst, terwijl u hier met elkaar een beslissing neemt waar de gevolgen nog jaren merkbaar van zullen zijn. Wij willen graag een toekomstbestendig centrum voor waar de bewoner, bezoeker en consument zich thuis voelt en graag naartoe komt. Er kan alleen sprake zijn van dat toekomstbestendige centrum wanneer er ook een goed functionerende en bloeiende middenstand is. Die detailhandel die kan alleen floreren bij voldoende en tevreden consumenten. En jammer genoeg hebben wij de conclusie moeten trekken dat we steeds minder consumenten in Hardenberg krijgen. En dat heeft onder andere te maken met het veranderend consumentengedrag, mede ook door de opkomst van internet, maar ook met het parkeerbeleid voor het centrum van onze stad. En bovendien hebben wij te maken met een besluit uit het verleden waarbij 10.000 vierkante meter winkeloppervlakte werd toegevoegd. En hiertegen heeft de toenmalige handelsvereniging, want toen bestond het centrum nog niet, verzet aangetekend. Die was het daar absoluut niet mee eens. Vanavond staat u als gemeenteraad voor de keuze of u akkoord kunt gaan met het door het college vastgestelde scenario 2b. Als centrummanagement zijn wij van mening dat deze optie geen recht doet aan aan de wensen van de consument en de toekomstbestendigheid van het centrum van de stad Hardenberg. En dat die vooral financieel gedreven is om de tekorten in de parkeerexploitatie te beperken. Ons inziens ligt de belangrijkste oorzaak van die tekorten in het feit dat de parkeeropbrengsten van met name de parkeergarage hier onder het gemeentehuis en het LOC bij lange na niet zo hoog zijn als begroot bij het besluit om die parkeergarages te bouwen. Met de uitkomsten van de grote publieksenquête wordt geen rekening gehouden. De belangrijkste uitkomst is dat 75% van de enquêteerden het centrum van Hardenberg vaker zal bezoeken als betaald parkeren wordt afgeschaft. En het moet mij van het hart dat in een van de stukken die u als raad heeft gekregen de opmerking geplaatst wordt dat vaak het gewenste antwoord ingevuld wordt. En hiermede wordt mijns inziens die enquête volledig onderuit gehaald. En misschien moet die dan waar de prullenmand in, als u daar geen waarde aan hecht. Daarnaast worden er grote twijfels geuit of het afschaffen van betaald parkeren leidt tot meer consumenten en meer omzet. Zowel professor Dr. Kormolenaar, een autoriteit op het gebied van detailhandel, maar ook het door de gemeente Hardenberg ingeschakelde bureau Strabo geven aan dat het zeker wel het geval is. Wilt u als raad ook een toekomstbestendig centrum, dan denken wij dat er voldoende redenen zijn om een andere keuze te maken voor het parkeren dan het college nu voorstelt. Wij begrijpen dat niet aan al onze wensen voldaan kan worden. Maar een mengvorm van gratis en betaald parkeren moet volgens ons haalbaar zijn. Over een mengvorm binnen scenario 1 wilde het college niet met ons van gedachten wisselen met als argument dat de tekorten hetzelfde zouden zijn als het hoofdscenario 1. Maar dit zonder enige echte onderbouwing die wij tenminste niet hebben gekregen. Bij de bezwaren die er zijn tegen de blauwe zone wordt ook vaak zwaar ingezet op de ervaringen in andere gemeenten, waarbij als argument wordt gebruikt dat de parkeerschijf wordt doorgedraaid. Nou, dat zal zeker wel eens voorkomen, net zoals iemand was fout parkeert of door een rood verkeersweg rijdt. Maar wat ons betreft vinden wij dat absoluut geen steekhoudend argument. Om ons standpunt helder te formuleren gaan wij voor het volgende. Invoeren van een blauwe zone van 1 uur op straatniveau, daar waar nu sprake is
van betaald parkeren. En vervolgens achter de slagbomen en de parkeergarages het eerste uur gratis en daarna betaald. Tegen een tarief, dat moeten we nog maar eens even uitzoeken. Want het heeft allemaal invloed op de financiën. Wist u trouwens dat je nu al 15 minuten gratis achter de slagboom kunt parkeren als u binnen die 15 minuten ook weer weggaat? Het is maar even dat u het weet. En dan de vergunningen voor medewerkers die alleen afgegeven worden in de parkeergarages. En dat creëert natuurlijk overal extra ruimte. Want één ding is helder, we hebben op zich geen parkeerprobleem als het gaat om capaciteit. En het is ook wat ons betreft absolute noodzaak voor duidelijkheid in het parkeerregime. En wij als centrummanagement zijn bereid om mee te betalen aan de financiële tekorten. Echter, daar kunnen wij pas concreet aan onze achterban uit voorleggen als er een concreet voorstel in die richting ligt. Dames en heren, ik wens u heel veel wijsheid in uw besluitvorming en doe een beroep op u om nu te kiezen voor in alle opzichten toekomstbestendig centrum, waar ook de toekomstige generaties met veel plezier mogen werken en verblijven. Neem uw politieke verantwoordelijkheid voor in het verleden gemaakte foutieve prognoses. Bovendien is het zo dat de financiële gevolgen van een nieuw parkeerbeleid pas drukken op de begroting 2022. Want het nieuwe beleid zal pas ingaan na de zomer van 2021. Bovendien is 2022 ook het jaar van nieuwe gemeenteverkiezingen. Ik dank u voor uw aandacht. Bedankt voor uw inbreng. Het was iets langer dan we van tevoren gevraagd hadden, maar goed, het was een belangrijk onderwerp. Hè? Ik denk, ik val u niet in de reden. Zijn er vragen voor meneer Schoenmaker? Ik begin deze kant langs. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel voor uw heldere betoog. Met uitzondering van één puntje, want u begint uw, en dat is eigenlijk uw hele betoog een beetje op gebaseerd, van u geeft drie redenen aan waardoor gewijzigd moet worden, namelijk veranderd consumentengedrag, internet en het parkeerbeleid. Hoe heeft u dat bepaald, dat parkeerbeleid daarin een doorslaggevende factor is? Nou, sorry meneer Jonker, ik denk dat ik veel meer benadrukt heb dat naast het feit van gewijzigd consumentengedrag wij te maken hebben sinds jaren, sinds al 14, 15 jaar, met te weinig consumenten die naar Hardenberg komen. En één van de oorzaken is de komst van internet en het parkeren. Maar we hebben simpelweg te weinig consumenten. En we moeten zorgen dat we meer consumenten krijgen. Daar draait het om. Ja, dat snap ik. Maar u zegt van, ja, maar daar moet je aan de knop gaan draaien van het parkeerbeleid. Maar hoe weet u dat dat, als je aan die knop gaat draaien, dat dat het gewenste effect geeft? Omdat de mensen die ervoor hebben doorgeleerd. Ik noemde net twee, ik noemde één bedrijf, Strabo, een onderzoeksbureau, notabene door de gemeente zelf ingeschakeld voor de consumentenonderzoek. En professor Cor Molenaar. Dat zijn zowel het bedrijf als professor Molenaar. Dat zijn de, ik noem het maar de goeroes in Nederland op het terrein van consumentisme. En Cor Molenaar heeft aan de Erasmus Universiteit, waar hij hoogleraar is, een tegenstander gevonden in persoon van Mingardo. Mingardo is wetenschappelijk medewerker. En die twee die staan wat dat er gaat lijnrecht tegenover elkaar. Maar het opperhoofd zeg ik maar, de professor die zegt van het helpt inderdaad als je een ander parkeerregime hebt. Dat is voldoende meneer Jonkhans. Dank u wel. U bent, ja. Dank u, heer Schoenmaker. Het was een duidelijk verhaal. Even in aanvulling ook op wat de heer Jonkers aangeeft. De conclusie van het rapport van de gemeente is ook dat er meer bezoekers naar Hardenberg zullen komen als het betaald parkeren zou worden afgeschaft. Dus dat is ook al een conclusie van de gemeente die trekt. Ik had eigenlijk nog een vraag. Ik weet dat het heel moeilijk in te schatten is. Zou u iets een inschatting kunnen maken wat de omzetderving zou zijn? Wat de omzetderving is als gevolg van het betaald parkeren? Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet, dat daar waar plaatsen zijn geweest die het... Sorry, u had nog meer vragen? Ja.
dat daar waar plaatsen zijn geweest waar het betaald parkeren is ingevoerd, er sprake was van een omzetdaling. En daar waar sprake is geweest van het opheffen van het betaald parkeren, sprake is geweest van een toename van de omzet. Ik heb één voorbeeld. En alleen de eigenaar van die bedrijven, die kon vanavond niet, anders had hij ongetwijfeld willen inspreken. Die meerdere zaken heeft hier in de regio. Die gaf aan dat bij het afschaffen van het betaald parkeren in Nijverdal, Nijverdal wordt nergens in de rapporten genoemd, dat bij zijn bedrijf het zo is dat hij een omzetstijging had van 30%. Of dat voor iedereen geldt, weet ik niet. Maar elke procent omzetstijging is er één. En waar wij in Hardenberg tegenaan lopen, dat wij een bepaalde leegstand hebben. We zijn in een tijdje geweest dat die leegstand terugliep. Het loopt nu jammer genoeg weer op. En de komende tijd, we vandaag kunnen horen dat die definitief failliet is. Dat de winkels worden gesloten. En zo zullen er nog een paar gaan volgen waarvan één groot landelijk concern er ook bij is. Het is niet aan mij om die naam nu te noemen. Ik ben van op de hoogte. Eigenlijk nog een vraagje. U geeft eigenlijk een voorstel met blauwe zone invoeren. Denkt u dat het ook een oplossing is voor het Van Wevelen Hoofdplein? Want dan blijven natuurlijk constant parkeerproblemen. De zaterdag is er al 12 jaar lang een probleem. Dus. Ja. Nou, het Van Wevelen Hoofdplein is erg veel parkeerdruk. Dat blijkt ook uit alle tellingen. Maar je hoeft het niet specifiek te tellen. Als je gewoon een keer op zaterdagmiddag gaat kijken, dan zie je hoe druk het is. Alleen wij denken, en dat werd ook bevestigd door de heer De Boer van Albert Heijn, dat door de verplaatsing in de loop van dit jaar van Action naar de andere kant van de markt, ter hoogte van het IP, dat daardoor een verandering in de parkeerdruk zal plaatsvinden bij Albert Heijn. Of op het, laten we ze beter zeggen, Van Wevelinkhovenplein. Voldoende, meneer Geesing. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Heer Schoenmaker, u refereerde even aan het overleg vanaf het bestaan van het betaald parkeren. En ik heb altijd begrepen dat het overleg goed is. En toch zit u nu aan het eind van de rit dat jullie elkaar in de houtgreep houden. U zegt van, als u kiest voor scenario 1, dan is er met ons te praten over een eventuele bijdrage. En de gemeente zegt, ja, maar dan hebben wij die keuze al gemaakt. En dan dat durven wij niet aan. Is daar nog beweging in te krijgen? Ik heb dat geprobeerd aan te geven, dat indien het college bereid is om een andere keuze te maken dan scenario 2b en kiest voor een verandering van scenario 1, waarbij gesproken kan worden over hoogte van tarieven, parkeerduur, noem alles maar op, maar dat goed tegen het licht te houden en tegen ons zegt van centrummanagement, als jullie bereid zijn zoveel op tafel te leggen, dan komen we er samen uit, dan gaan wij met dat voorstel naar onze achterban. Dus concreet is de vraag op uw antwoord ja. Maar dan moet het college eerst wel kiezen voor scenario 1. Een variant daarop. Duidelijk. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Al heel veel vragen geweest en dank u voor uw heldere toelichting op uw standpunt. Eén vraag nog, wat mij betreft, kunt u ook schetsen wat, als het gaat over dat parkeerbeleid, de relatie is met de omliggende winkelcentra. Niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook daarbuiten. Denk dus aan Dedemsvaart, Almelo, Coevorde, Hogeveen. Ik denk dat de mensen die nu zeg maar hun dagelijkse boodschappen doen in Bergentheim of in de Krim ook hun boodschappen blijven doen bij hun supermarkt in de plaats zelf. Waar wij vooral op mikken is die consument die naast het feit van boodschappen doen ook andere dingen wil doen. En die nu gaat naar omliggende plaatsen, noem maar op Coevorde, Ommen of waar dan ook, dat we zeggen van die willen wij graag aan ons binden. Want wij merken en dat er mensen zijn uit zeg maar, de buurtschappen of de wat kleinere plaatsen, dat die juist voor dat soort zaken naar onze concurrerende plaatsen gaan. Voorzitter, een klein aanvullend vraagje daarop. Zouden we dus kunnen zien dat er een sprake is van wat oneerlijke concurrentie, omdat wij dus als stad Hardenberg, als enige in een omliggende regio, samen met Hoogveen overigens, betaald parkeren hebben?
Jazeker, maar binnen de gemeente is er zelf een onderscheid. Dat in Dedensvaart is blauwe zone en in Hardenberg is betaald parkeren. Het is een feit, maar daar boksen wij al jaren tegen. Dank u wel. Mevrouw Meijerink. Ja, bedankt meneer Schoenmaker, ook namens de VVD-fractie. Wat is het bezwaar met het voorstel in 2b? Want daar kom je de consument een deel tegemoet, hè, door de 3 uur gratis parkering die daarin verwerkt is. Welke problemen zien jullie daarbij? Nou, wij denken dat die 3 uur uiteraard wel iets positiefs met zich mee zal brengen. Maar ik denk niet in die mate dat iedereen, of althans vanuit het college, wordt gedacht. Maar bovendien zit in voorstel 2b ook nog een ander gebeuren. En dat is de stop-and-shop zone aan de Europaweg en uitbreiding naar de brug de weg aan de zuidkant. Voor een half uur. En dat betekent dat je dus binnen een betaald parkeerregime je ook nog een blauwe zone hebt. Nou, probeer dat nou maar eens uit te leggen aan de consument, dat je in Hardenberg heel veel systemen hebt. Want dat zijn er dus al 3. Nee, je hebt dus stop en shop, brug de weg, Europaweg. Je hebt het 3 uur gratis parkeren onder de parkeergarage van het gemeentehuis door de hele week. En op zaterdag alleen onder het LOC. Ja, ik denk niet dat dat... Maar misschien dat er communicatiedeskundigen zijn die zeggen, oh, maar dat kun je heel simpel oplossen, maar wij weten het niet. Dank u wel. Dat is... Kijk ik even rond, wie hebben er nog meer? Meneer Rossen. Meneer Schoenmaker, dank voor uw inspraak, reactie. Dat helpt altijd bij de besluitvorming. Ik ben nog geen oude rot in het vak. Kunt u mij vertellen wie u allemaal vertegenwoordigt? Wij zijn het bestuur van de Stichting Centrum Management. Dat is een zogenaamde BIS-stichting. BIS staat voor Bedrijf en Investeringszone. En voor de leken onder u kunt u het zien als een verplichte handelsvereniging. Iedereen die een bedrijf of een winkel heeft in het centrum van Hardenberg is verplicht om een bijdrage aan de BIS te betalen. En die BIS-bijdrage is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zeg maar klasses die weer bepaald zijn aan de hand van de WOZ-waarde van het onroerend goed. En totaal praten wij over 245 BIS-plichtigen. Dank u wel. Dan nog een vraag, want ik heb afgelopen zaterdag mijn zoektocht gedaan om me te verdiepen op dit onderwerp. En daar geven ondernemers mij terug dat er feitelijk 2 verschillende stromen aan bezoekers zijn. Mensen die echt een boodschap komen doen, kort parkeren. En mensen die wat langer willen parkeren. En ondernemers geven mij aan, vooral die gericht zijn op dat korte bezoek, van pas op dat mensen daar niet te lang vrijblijvend kunnen staan, want dan gaat mijn omzet naar beneden, want ik moet het hebben van mensen die kort parkeren. Herkent u dat? Ja, maar dat zit ook precies in ons voorstel. Want de mensen die even snel een boodschap willen doen, of meerdere boodschappen willen doen, daarvan zeggen wij, geef die een uur gratis de tijd om boodschappen te doen. En of dat nou een blauwe zone is, of zeg maar met de huidige parkeermeters, of achter de slagbomen, dat maakt dan niet uit. En de mensen die langer willen blijven, die willen winkelen, of een combinatie van boodschappen doen, winkelen. Want wij zijn een stad van boodschappen doen en winkelen, waarbij boodschappen doen voorop staan. En winkelen, dat pakt mij mee. En als je dus een betaald parkeerregime hebt van waarbij dat ingaat na 1 uur gratis, dan kunnen die mensen net zo lang blijven staan als ze willen. Je zou daar misschien ook nog een maximumtarief aan kunnen hangen. Maar dat zijn allemaal zaken die je dus in een verdere uitdieping of een veranderingsslag in scenario 1 met elkaar kunt bespreken. Als ik naar de slogan en ook het doel kijk van het voorliggend stuk, dan staat daar de juiste parkeerplaats bij de juiste parkeerder. Ik hoor uw betoog en ik denk dan dat dat er feitelijk in voorzien wordt. Als iemand wil winkelen, kleding wil kopen, dan kan hij wat verder weg parkeren. Dan heeft hij eigenlijk alle tijd en niet de druk van een parkeerbonnetje. Dat heb je natuurlijk achter de slagboom nooit. Maar ik zoek nog even waarom u zegt dat niet betalen is voor mij zo wezenlijk van belang. Omdat simpelweg de meeste consumenten zeggen, als ik moet betalen, maak ik niet de keuze voor Hardenberg. En dat, nogmaals, ik blijf het maar herhalen. We hebben simpelweg te weinig consumenten. We hebben te maken van concurrentievervalsing binnen de gemeente zelf.
En een andere oplossing zie ik niet. Ik ben alleen bevreesd voor de toekomst over de, zeg maar, de ontwikkeling van de detailhandel in het centrum van Hardenberg. Voorzitter, nog één vraag als u mij toestaat. U noemt in één zin de ondernemers en de consumenten. U vertegenwoordigt de ondernemers. Waar baseert u uw uitspraken op die u in lijn brengt met de consumenten, dat ook zij ontevreden zijn? Want als ik naar de procesgang kijk van de totstandkoming van het stuk, zit er heel veel evaluatie en heel veel participatie in. Ja, alleen degenen die niet geparticipeerd hebben, dat waren de consumenten. Die hebben alleen geparticipeerd middels de enquête die door de hele gemeente is verspreid. Elk gezin in de gemeente Hardenberg heeft die enquête gekregen. En 3500, dat is voor een enquête ontzettend hoge score, hebben die enquête ingevuld. En daaruit geven zij aan, 75%, ik ga vaker naar het centrum van Hardenberg. En of dat één keer per jaar vaker is, of twee keer per jaar, of elke week, dat weet ik niet. Maar daarom zeg ik ook niet van, er zal een 30% omzetstijging komen. Maar wat ik zeker weet, dat er meer consumenten komen naar Hardenberg toe, die dan waarschijnlijk met de auto komen. En uit alle onderzoeken blijkt dat degene die met de auto naar de stad gaat, die boodschappen gaat doen en gaat winkelen, meer uitgeeft dan degene die lopend of op de fiets gaat. Meneer Van der Wel. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is een ontzettend lastig onderwerp. Hè. Ik vind dit een van de onderwerpen, zeg ik heel eerlijk, waarvan je eigenlijk van tevoren weet dat je het nooit voor iedereen goed gaat doen. En dat is ergens ook wel eens frustrerend aan dit werk. Je wilt het graag voor iedereen goed doen. Dat gaat ongetwijfeld op dit dossier niet lukken. En daar is eigenlijk mijn vraag ook een beetje, sluit daar een beetje op aan. Aansluitend denk ik op de eerste vraag die de heer Rosse stelt. In hoeverre is de consensus binnen uw eigen achterban ook? Want wij spreken natuurlijk best wel heel veel ondernemers ook. Zoveel mensen, zoveel wensen. Ook daar zullen misschien ook wel verschillen zitten. Of staan alle ondernemers achter uw betoog? Nou, wij hebben in november een presentatie gehad van hetzelfde materiaal wat u als raad gepresenteerd heeft gekregen. Dat was op een avond van centrummanagement. En de vergadering heeft unaniem gezegd van, bestuur, ga voor scenario 1. Dus, dan ben ik heel simpel, onze achterban zegt van, ga voor scenario 1. En toen ik op een gegeven moment hoorde dat er één ondernemer was die wat moeite had met mogelijk de keuze die gemaakt kan worden, heb ik die bezocht, heb ik uitgelegd wat onze bedoeling was en hoe het eruit kwam te zien. En toen zei hij van, oh, maar nou snap ik het. En dat is één van de grootste werkgevers in de detailhandel in de gemeente Hardenberg. Kijk ik de kring verder rond, daar zijn geen vragen. Dan was het tot zover, meneer Schoenmaker. Dank u wel voor uw inspreken. Graag gedaan. Dank u wel. De volgende inspreker is meneer Sjouw. Die spreekt in op punt 5 van de agenda. Meneer Sjouw, ook aan u is het woord. U kent de regels. Ja, u wordt even geholpen. Goedenavond iedereen hier en elders. Ik heet Jeffrey Sjouw, woon in Deinerswaard, heb een participatiewetuitkering, ontvang toeslagen en ben ook WMO-gebruiker. Ik spreek in op agenda punt 5, beleidsplan minima 2020-2024, een eerlijke kans voor iedereen. Met de uitspraken van de wethouder. We richten ons niet alleen op de gevolgen, maar ook op de oorzaken van armoede. We kijken waar de behoefte ligt en bieden daar ondersteuning voor. Dit kan gaan van inkomensondersteuning tot schuldhulpverlening en van het pakje kansfonds tot begeleiding op de arbeidsmarkt.
Wij willen voorkomen dat mensen aan de zijlijn staan. En ook mensen die minder te besteden hebben, moeten mee kunnen doen. Daarmee kan ik leven. Mijn bestedingen zijn niet veel, maar toereikend. Nog wel. Over het raadsvoorstel wil ik het volgende kwijt. Risico's en kanttekeningen niet van toepassing. Dat klopt. Want er is dekking uit de gemeentebegroting. Uit de omgeving is er wel risico. De gemeente Hardenberg sluit aan bij de regio-deal en verwacht 50% cofinanciering. Is die cofinanciering al rond? Ondertussen zit de gemeente Hogeveen in financieel zwaar weer voor het sociaal domein al daar. Ik weet niets over de verdeelsleutel in de regio-deal betreffende de brede welvaartagenda voor wonen, werken en welzijn. Gaan de gemeenten A en Hunze, Borger, Odoren, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hogeveen en de provincie Drenthe samen 20 miljoen daadwerkelijk investeren, zodat het Rijk ook met 20 miljoen euro over de brug komt? Opzet en concrete kosten, intergenerationale armoede in april in de Raad. Daar heb ik mijn twijfels bij. Iedere deelnemer bij de regio-deal moet zijn inbreng kunnen leveren, toch? Over communicatie wordt dat breed gedeeld. Externe partners krijgen aandacht. Een communicatieplan wordt gemaakt met een incidentele dekking van 25.000 euro. Hoe is de communicatie nu met inwoners met minimuminkomen? Er zijn flyers. Er is informatie op de gemeentesite in het menu inwoners, vervolgens submenu zorg en welzijn. Dat is nuttig en saai. Snapt men wat men leest op de site? Komt de beschrijving van regelingen over bij de bevolking? Die vragen kunnen beantwoord worden via een gebruikerspanel, al zegt het niets over respons. Achterblijvende flyers zijn ook een signaal. Van horen zeggen werkt misschien beter, maar is altijd subjectief. Hoe pak je de aandacht van inwoners? De Geldkrant uit 2018. De Geldkrant uit 2018 van de gemeente in samenwerking met Nibud, bijvoorbeeld. Het bevat tips, overzicht van instellingen voor hulp en advies, overzichtregelingen, korte ervaringsverhalen, normbedragen, jongerenpagina, illustraties en foto's. Dat is nuttig en fraai. En voor het aanleveren van foto's ben ik ook beschikbaar. Pak je kans, zeg ik nu tegen uw gemeente en tegen mijzelf. Een slotopmerking nog, ik meng mij niet in het advies van de participatieraad. Dit is mijn inbreng. U krijgt de Geldkrant, dat scheelt zoekwerk. Doe er wat mee en ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Siauw. Ga ik even de kring rondkijken of er vragen zijn. Meneer Christiaans. Sorry, meneer Stelpstra, het spijt me. Dank u wel, mevrouw Soeten, mevrouw de voorzitter. Meneer Siauw, het is altijd weer fijn om u hier te zien in ons midden. Op de website van de gemeente staat ook het e-mailadres van mevrouw Gita Luiten. Kunt u haar zo een mailtje sturen met alle opmerkingen? Kan ze die zo meenemen? Maar hartstikke goed. Zo kan het ook.
De mail is inmiddels verzonden. Dit is nog sneller. Super. Tot zover, meneer Stelpstra. Meneer Joldersma. Dit is zo'n dag. Dank u wel. Mevrouw Joldersma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Hartelijk dank weer voor uw inbreng. Elke keer blijkt dat u de stukken altijd weer heel goed leest. U zette me even aan het denken toen u het had over dat communicatieplan, hè, waar 25.000 euro voor wordt uitgetrokken met een extern bureau. Zegt u nou eigenlijk, je kan misschien wel meer bereiken op een andere manier, met zo'n geldkrant en met zo'n gebruikerspanel? Hoe moet ik precies uw opmerking zien? Of vindt u het toch wel een goed idee om dan met zo'n communicatiebureau te gaan werken? Nou, doe het beide maar. Okay. Ik bedoel, er is al dekking en ja, kijk, ik ben geen communicatiebureau. Dus, ja, maar u wilt wel in het gebruikerspanel. Ja, gaan we allebei. Gebruik die kennis van hun dan. Ja, heel goed. Dank u wel. Kijk de kring rond. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Siu, dank u wel voor de inspreekmoment. Ik heb nog een vraag over de krant die u liet zien. En u liet net de geldkrant zien, 2018, en u benoemde het, maar kunt u ook aangeven wat u daarmee zou willen bereiken? Of is het een krant die u gewoon toelicht? Of welke intentie heeft u hiermee? Herhaling. Een herhaling van deze krant bedoelt u? Ja, dus. Ja. Nou, de inhoud heb je net genoemd, dus de onderwerpen. Nou, normbedragen die kloppen niet meer. Er zijn nieuwe regelingen bijgekomen. Ja, de site vind ik saai. ja, een krant, nou bekijk zelf maar. Nee, is prima, maar het is voor mij duidelijk. Dank je wel. Tot zover mevrouw Verschuur. Verder niemand meer vragen heeft aan u, meneer Siu, dan wil ik u bedanken voor uw inbreng. En wellicht tot een volgende keer. De volgende inspreker is de heer Klokkers. Dank u wel. Mijn naam is Adi Klokkers. Achtleden van de raad, wethouders, aanwezigen. Het beleidsplan Minima, een eerlijke kans voor iedereen. Met kernpunten structureel en duurzaam. Op maat en regelarm. Vroegtijdig en preventief. En in dat kader sta ik hier ook, preventief. Want 921 kinderen in de gemeente leven in armoede. Deze leven in gezinnen die rond moeten komen van minder dan 1413 euro per maand. 1644 gezinnen hebben moeite iedere maand rond te komen. U geeft aan met veel ervaringsdeskundigen gesproken te hebben. Wat geven zij zelf aan dat ze nodig hebben? Ook valt te lezen dat er veel organisaties zijn die zich bezighouden met het ondersteunen van inwoners in armoede. Wat zijn hiervan de kosten en wat is duurzaam en concreet het resultaat? Wij zijn een van die organisaties die zouden kunnen werken voor de gemeente met een duurzame, structurele oplossing. We hebben bewezen mensen te helpen door het opbouwen van passief inkomen. In juni 2019 hadden we een gesprek met de wethouder die aangaf een interessant plan. Het was echter geen plan, er ligt een stukje miscommunicatie, maar de uitwerking van een systeem vanaf 2009 zelf gestart en vanaf 2016 in praktijk gebracht, ook zakelijk. Ook deed ze onze toezegging dat we op de hoogte gehouden zouden worden wat betreft de vorderingen en betrokken zouden worden bij de uitwerking van plannen. Wellicht zijn we daarmee ook wat aan de voorkant omdat het nog uitgewerkt moet worden. We zien het dan ook niet als een toezegging dat we concreet de zaken kunnen invullen. Zoals bij andere organisaties die zeggen daar kunnen we wat mee, daar moeten we wat mee. Maar meer, we zijn blij dat u aan de voorkant meedenkt. We hebben echter helemaal niets gehoord. Benieuwd waarom niet. En nog meer, jammer voor de gemeente en voor de inwoners die heel mooi het pakje kansfonds opstaat, maar het zou jammer zijn dat u zelf kansen mist. Van die andere gemeenten gaf ik al aan vorige week maandag gesprek met wethouder, waarmee ik aanstaande donderdag om tafel zit, om te kijken hoe we ons verhaal in een werkbare vorm binnen de overheidskaders kunnen gieten. Een mooi voorbeeld van gewoon doen. Een tweede gemeente is inmiddels door de eerste doorverwezen. U ziet, wij werken rustig door. Ook binnen uw gemeente zijn we met mensen bezig die zelf ervaren dat het werkt. Geen plannen, overleggen of regelingen, maar de kracht van gewoon doen. De slogan van onze gemeente in praktijk brengen. Zo simpel mogelijk, wat komt er binnen, wat gaat eruit, wat houd je over en wat doe je daarmee? Financiële educatie en rendement voor de klant. Jaren terug zei een van onze bekendste inwoners van de gemeente toen nog,
Henny van der Most al. Je moet zorgen dat er minder uitgaat dan er binnenkomt, of dat er meer binnenkomt dan eruit gaat. Liefst een combinatie van allebei. Hij doelde daarbij niet op mensen die niet genoeg doen, maar net als andere succesvolle ondernemers waarvan ik mocht leren, Harman Nijhoff, oprichter van de Nijhoff Wassing Groep, als hoofdsponsor van de plaatselijke voetbalclub hier niet onbekend, en Dick Wessels, Warren Buffett, Robert Kiyosaki en Donald Trump, gebruik je talenten, zorg dat geld voor je werkt, herinvesteer minimaal 4 keer, kortom, financiële educatie en coaching waar je concreet iets aan hebt en wat mee doet. Daarmee begin je vroegtijdig. Maandelijk sparen vanaf de geboorte kennen velen van ons. Een leven lang lerenkrediet voor studie is inmiddels realiteit. We gaan naar een budget vanaf de geboorte. Beleggen en investeren kennen slechts enkelen. Dividenden, gewone vorm van inkomsten, net als rente, die ontvangt ook de gemeente. Maar het wordt door de burger erg eng en risicogevoelig. Waarom? We kennen het niet. Autorijden is ook eng, maar hebben we ook geleerd. Dus financiële educatie is erg van belang. Bij beleggen zijn rendementen van rond de 10% of meer zonder al te veel risico reëel haalbaar. Meer inkomen is daardoor ook voor veel mensen mogelijk, ook voor mensen die niet volledig kunnen werken met een handicap of andere beperking, wijst de praktijk uit. Maar onbekend maakt onbemind. Zo geeft Van der Most in het boek Super Nederland, dat hij in 2012 uitbracht, al het voorbeeld: als mensen 200.000 euro vrij vermogen hebben, hebben ze geen pensioen meer nodig. Toch hebben we in Nederland het nog steeds over het pensioenprobleem, dat velen van ons zal treffen. Niet degenen die bezig zijn met het opbouwen van passief inkomen, ondernemers, mensen uit de hogere sociale klassen, echter ooit uit een van onze raadsfracties als motto tijdens de verkiezing: iedereen is waardevol. U geeft aan, iedereen telt mee, iedereen doet mee. U zou dan ook zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Dat hebben we even concreet uitgewerkt. Bijvoorbeeld een fonds, waarin ieder van u als raadslid maandelijks een bedrag stort. Als voorbeeld doen we even 100 euro. U ook als wethouders, stel u doet dat voor een periode van 4 jaar, zodat u zelf ervaart wat passief inkomen doet. Uitgaande van, als ik goed ben geïnformeerd, 33 raadsleden, 4 wethouders en onze huidige of eventueel nieuwe burgemeester, komen we dan 3700 euro per maand. Keer 12 is 44.000 euro per jaar. Een mooi kapitaal dat u zelf gezamenlijk bij elkaar brengt, zonder kosten voor de gemeente, dus gemeenschap. Hiermee kunnen mensen structureel verder worden geholpen, bijvoorbeeld bij het opstarten van een eigen bedrijf. Dat is wat ondernemers en ondernemende mensen doen. Conclusie: aan de voorkant mensen financiële educatie geven en vermogen opbouwen. Dat doen we nu op scholen met spelen, alleen we brengen het niet in de praktijk. Wij coachen op dit moment al kinderen vanaf 4 jaar. Waarom doen we dat zo vroeg? Dan bouw je een vermogen op en heb je op de 18e bijvoorbeeld geen studielening meer nodig. Ik daag u uit, bouw aan een gezonde toekomst voor iedereen. Laten we het samen concreet doen. Ik dank u wel. Dank u wel. Tot zover meneer Klokkers. Kijk ik even de kring rond. Wie heeft de vragen? Mevrouw Jodelsma. Ja, voorzitter, dank u wel. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ik zit nog even te zoeken van wat u ons eigenlijk extra wil meegeven. Want er staan heel veel maatregelen in dat verhaal van de wethouder. Mm-hmm. En u had het vooral over dat punt, dat uitgangspunt vroegtijdig en preventief. Klopt. En daar staan dan ook wat dingen wat we gaan doen. Maar eigenlijk wilt u nog dat er daar iets extra's gebeurt. En u hebt het over coaching. Kunt u dat nog wat toelichten wat volgens u... Behalve dat wij als raadsleden iets moeten doen, dat heb ik in de oren geknoopt. Nou, u moet maar dat iets andere doen. Punt. Ja. Wat wij dus doen, concreet, is mensen leren dat ze geld uitgeven, geld binnenkrijgen. Daar ga je naar kijken, wat heb je over, wat kan je daarmee doen. Dat doen we niet middels een spel. We geven die educatie wel middels spelen, maar we helpen hen daar ook concreet bij in de praktijk. Zelf heb ik in het verleden gewerkt bij Eurowijzer als vrijwilliger. Prima organisatie om schulden op te lossen. Alleen, dat is een kortdurende periode. In die periode krijg je mensen niet zover dat ze dat tussen de oren hebben zitten. Dat is een stukje mindset, wat onder andere gedaan was. Daar heb je een aantal jaren voor nodig. Dus begin daar vroeg mee met die financiële educatie en bouw het dan concreet op. En dat kun je doen met zaken vanaf bijvoorbeeld al 1 euro per dag of minder. Dan is de uitkomst, het bedrag is lager, maar je bouwt in ieder geval concreet iets op. Ja, helder. En begrijp ik dan goed dat u eigenlijk zegt van de staat nu preventie begint bij jongeren, dat vindt u ook. Alleen de wethouder zegt vooral van doe dat nou op alle scholen in Harderberg en u zegt het kan ook buiten de scholen om. Nou, het kan ook op scholen, alleen wat wij vroeger ook op school kregen, dat je naar school toe ging, je nam een gulden mee, dat werd op het spaarbankboekje gezet.
daar kreeg je extra rente over. Dat concreet uitvoeren, dat doen ze op scholen dus niet. En daar zouden we dus mee moeten beginnen. Want je kan zeggen, je krijgt dat van huis uit mee. Sommige mensen, ja, krijgen dat. Mensen die al in armoede zitten, hebben die kansen niet. Zelf had ik het ook in de privé thuissituatie. Mijn moeder was weduwe, had een uitkering daarvoor. Dan heb je die kansen niet. Doordat ik mijn stage liep bij een succesvol ondernemer, leerde ik dat. Dus op die manier, op het moment dat je het zelf gedaan hebt, kun je dat ook toepassen. Ja, hartelijk dank. Voorzitter, ik heb nog een vraag. Ja, u spreekt heel de tijd over wij en ik zie toch maar één persoon. Welke organisatie vertegenwoordigt u, als ik vragen mag? Ik ben van het bedrijf omgaanmetgeld.com en ik doe dat als zelfstandige, maar ik doe het ook met meerdere mensen. Ik heb op een gegeven moment personeel gehad. Waarom? Omdat ik op die manier de dame kon helpen aan een eigen woning die in haar situatie, ondanks dat ze volledig werkzaam was als verpleegkundige, zelf niet voldoende inkomen had om een woning te kunnen kopen hier in Hardenberg. Dus we hebben daar mensen voor die ook zelf gekort zijn, die zetten we dan in om dat ook samen te doen als ervaringsdeskundige. Omdat het op een gegeven moment zo druk gaat worden dat je het in je eentje niet aan kan. Dus vandaar wij. Zijn er verder geen vragen meer? Dan denk ik dat uw verhaal duidelijk was, meneer Klokkers. Dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we verder met het meningsvormend deel van deze vergadering. En op punt 4 van de agenda staat de evaluatie en actualisatie parkeren Centrum Hardenberg. En dan wil ik graag weten wie ik daarover het woord mag geven. De heer Rodemond, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Eerlijk gezegd heeft de heer Schoenmaker namens Centrum Management zojuist prima verwoord wat mijn gedachten waren, lezende het stuk. Daarom parafraseer ik soms zijn inbreng met een vraag daaraan gekoppeld in feite. Er wordt een beeld geschetst dat de motivaties om te gaan kiezen, tenminste zo is het voorstel, voor scenario 2b, berust op met name financiële argumenten vanuit de gemeente. En als je dan bedenkt dat er een behoorlijk groot financieel gat zit tussen optie 1, zoals centrummanagement dat voorstelt, en optie 2b, kan ik mij ook niet aan die indruk onttrekken. Dus vandaar ook de vraag, klopt het dat er met name een financiële argumentatie ligt onder het voorstel om te gaan kiezen voor optie 2b. Punt 2, wat ook bij mij naar voren kwam, is de enquête die onder bezoekers van het centrum is gehouden, waarbij men aangaf, en die enquête is redelijk veelvuldig ingevuld, dat 75% van de mensen aangaf, ik ga vaker naar het centrum als het betaald parkeren deels of geheel wordt afgeschaft. En daarbij staat er gelijk in het voorstel, zoals we het hebben gelezen, dat we dat misschien niet te serieus moeten nemen, want misschien is dit wel een gewenst antwoord. Hè? Iets in die richting staat erin. Mijn vraag is eigenlijk, waarom zouden wij een enquête houden als we die achteraf niet serieus moeten nemen? En anders gesteld, moeten wij niet eigenlijk bereid zijn om die enquête wel degelijk serieus te nemen, omdat een van de leidraden eigenlijk van dit stuk is, we willen een vitaal en duurzaam centrum voor Hardenberg behouden of creëren. Tot slot eigenlijk de voorkeur van de middenstand zelf. Ik kreeg het gevoel door in ieder geval de inbreng van de heer Schoenmaker dat men zich niet helemaal volledig voelt meegenomen in de besluitvormingen in deze. Is het college bereid om samen met de middenstand van Hardenberg terug te gaan naar de tekentafel om te komen tot een wat meer gedragen en misschien ook wel wat beter voorstel? Niet alleen als het gaat over de financiën, maar zeker als het gaat over de vitaliteit van het centrum in Hardenberg. Tot zover. Dank u wel, meneer Rodemond. De heer Kloekhorst, aan u het woord. Te vroeg. Ik kan mijn stuk niet weer vinden, maar even uit het hoofd te maken. Excuses. Ja.
Nee, anders klaag ik weer dat het laat is, dus ik begrijp u volkomen. Ten eerste een algemene opmerking over de kwestie parkeren. Ik denk al zo lang op koers in de raad zit hier, dat zij eigenlijk tegen betaald parkeren waren. Dat zijn we nog steeds. Vandaar dat het voorstel van de Stichting Centrum Hardenberg dicht bij onze voorkeur ligt. Maar wij weten ook van, dit gaat alle inwoners geld kosten. De Stentor rekende heel netjes voor van 3 uur gratis parkeren kost elke inwoner, dus ook dat kleintje van 1 jaar, 2 euro voor een gezin nogal, 8 euro. Ga je een stap verder, kom je in heel andere bedragen. En nu weet ik wel, geen enkele parkeerplaats is gratis, want ook de parkeerplaatsen in Lutte worden door de gemeente onderhouden en moeten betaald worden. Toch willen wij graag zoveel mogelijk van ons ideaal overeind houden. We zijn in de coalitie gestapt met de toezegging, er komt een onderzoek. Daar willen wij ook aan meewerken. We hebben ook waardering voor het onderzoek. Want inderdaad, voor het eerst komt mij nu te oren dat Hardenberg toch eigenlijk meer boodschappenstad is dan koopstad. Die ideeën waren in het verleden wel eens anders. Maar goed, het is altijd goed om reëel te blijven. In dat verband heb ik ook een vraag van hoe stabiel, hoe toekomstbestendig is de keuze voor scenario 2C? Is dat gebaseerd op de lopende exploitatie en er zullen wat inkomsten wegvallen of is er een totaal nieuwe opzet gemaakt? Kijk, we zitten natuurlijk met een erfenis uit het verleden die we niet weigeren kunnen. Er zijn in het verleden grote investeringen gedaan. Nou, daar zijn we nog niet vanaf, dat moet ook betaald worden. En wij willen ook steeds de kosten voor al onze inwoners zo laag mogelijk houden. Een ander punt van onze opmerking over het rapport. Van eindelijk, na al die jaren, hebben we nu de cijfers op tafel. We hebben in het verleden heel wat afgediscussieerd, maar nooit met precies de cijfers van hier en hier gaat het om. Wat dat betreft gewoon onze waardering, ondanks dat nu nog niet bekend is hoe wij ons gaan gedragen. Dan een laatste vraag. En die gaat over een mogelijkheid dat we nog iets dichter bij ons ideaal zouden komen. Stel, het LOC, de parkeergarage, die wordt nu voor een groot deel bestemd voor abonnementshouders. En de plaatsen op, ik zeg het maar bij de Folière, bij het honkbalcentrum, die vallen vrij. Is het mogelijk om te onderzoeken dat er nog een extra mogelijkheid komt om bijvoorbeeld 3 uur gratis parkeren in het LOC. Dat zou namelijk ook weer een extra gratis parkeermogelijkheden betekenen voor mensen die wat langer in de stad willen winkelen. En tot slot zou ik het zeer waarderen dat het college toch even ingaat op de padstelling, noem ik het maar, tussen Stichting Management en de gemeente van wat is er nou eerder, de kip of het ei? Oftewel, moet de gemeente eerst kiezen voor 1C om verder te kunnen met het management of worden er nog andere mogelijkheden gezien? Dat was het in eerste instantie. Dank u wel. U had een lang betoog, 3 dagen gratis parkeren. Dan kunt u nog even verder. Meneer Geesink, aan u het woord. Nou, het blijkt dat het een belangrijk punt is voor op koers, dus ik wil ook graag nog wat toevoegen. Mooi dat er na 12 jaar een onderzoek is geweest naar het betaald parkeren. En ik denk dat er een aantal voor de hand liggende conclusies uitkomen. Ik denk dat 75% van de
bezoekers die overwegen om vaker te komen als betaalparkeren wordt afgeschaft, dat het een belangrijk punt is. Wat ik eigenlijk nog belangrijker vind is dat die 86% geeft aan een Hardenberg van de niet-bezoekers geeft aan een Hardenberg te komen als betaalparkeren wordt afgeschaft. Dat vind ik eigenlijk nog een belangrijke conclusie die in het rapport staat. De heer Schoenmaker had het al even aan de leegstand op de markt. Op het moment staan er 8 panden staan leeg van de 24. Er komen er binnen korte tijd onder andere door een faillissement, het verdwijnen van een groot winkelbedrijf en nog een ander, komen er nog 3 leeg te staan. Dat zijn 11, dus we zitten over ruim 45% leegstand aan de markt straks. Even vanuit de inwoner geredeneerd, vraag ik me wel aan, waar ligt de grens? Waar betalen we op een gegeven moment nog voor? Wat nu scenario 2b wordt naar voren geschoven. Zonder dat hier eigenlijk in het onderzoek naar voren is gekomen, of wat de uitkomsten hiervan zijn, gaat dit werken? Dus ik vroeg me af, wanneer wordt dit geëvalueerd? Voor hoe lang gaan we ons vastleggen daarop? Dat is even als vraag. Uit het onderzoek zijn andere plaatsen meegenomen, zoals Steenwijk en Raalte. Daar heeft men in 2015 besloten betaalparkeren af te schaffen en blijkbaar met succes. Ik vraag me af waarom het in Steenwijk en Raalte wel mogelijk is, wat in Hardenberg niet mogelijk zou zijn. De OCB is daar namelijk niet verhoogd. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de bezoekers aan het centrum, het LOC en het gemeentehuis, wordt hoofdzakelijk alleen gebruikt voor bezoekers aan het LOC en het gemeentehuis. En niet voor de bezoekers aan het centrum. Terwijl de kosten hoofdzakelijk, de afschrijvingskosten van het LOC en het gemeentehuis, zoeken substantiële bedragen die heel zwaar drukken op de exploitatiebegroting. Ik vraag me af in hoeverre is het reëel dat die kosten zo zwaar drukken op de exploitatiebegroting. Als je realiseert dat de exploitatiebegroting als basis wordt genomen voor het uitwerken van de diverse scenario's. Dat waren in eerste instantie mijn vragen. Tot zover meneer Geesink. De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het scenario 2b, er wordt dan voorgesteld om 3 hertz te parkeren in het gemeentehuis en op zaterdag in het LOC. Hoe denken wij over de gehandicapten? Wanneer een gehandicapte vanaf het gemeentehuis naar de binnenstad wil, dan is hij totaal los. Ik weet wel, dan wordt er meteen gezegd, ja, we hebben de GPK ook al hertz gemaakt. Maar naar mijn idee en ook naar het idee van 50PLUS staat dat los van elkaar. Dan lezen wij onder andere in de stukken, de parkeerautomaten moeten worden vervangen. Maar we lezen nergens wat de kosten daarvan zijn. Ook vinden wij als 50PLUS het een hele slechte zaak dat er een deel stop and shop is, waar je even snel bijvoorbeeld naar de slager kunt, even een bloemetje kunt halen, terwijl dat andere bedrijven daar toch last hebben van de parkeerkosten. De blauwe zone blijkt dat dat momenteel 33 parkeerplaatsen zijn. Wanneer je deze niet zou vervangen, wat levert dat op? Wij zijn het ook wel eens met Stichting Stadsmanagement dat betaalparkeer niet goed is voor de winkeliers. Dat het helder zijn. Wij vragen ons ook af van een uur gratis parkeren achter een slagboom. Is dat een optie? Het is nu al een kwartier, dus theoretisch is het 3 kwartier langer. Ik heb die berekening nergens gezien. Maar dat zou dan neerkomen op, we betalen nu 1,20 per uur op 87 cent voor het eerste uur. Zoals we dat nu doen. Dan lezen we verder dat problemen kunnen ontstaan met de Belastingdienst. Is daar al contact mee geweest over de omzetbelasting? Ook het centrummanagement wil bijdragen aan de kosten. Is het ook bekend hoeveel?
Tot zover in eerste instantie. Dank u wel. Dan kijk ik aan de andere kant, mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook de ChristenUnie is blij dat er nu in ieder geval een voorstel ligt aangaande parkeren, waarbij wij er wel aan hechten op te merken dat gratis parkeren niet bestaat, gesubsidieerd parkeren wel. En dat betekent ook gewoon dat het op het moment als wij zeg maar gratis parkeren zouden invoeren, dat er een behoorlijk gat in de begroting ontstaat. Waar we dan weer een oplossing voor moeten vinden, maar dat even terzijde. Financiële afwegingen of overwegingen, even refererend ook aan de inbreng van meneer Rodemond, lijken ons dus wel degelijk op hun plaats. We hebben wel ook een vraag, het ligt in het verlengde van wat meneer Schuurman net zei over dat btw-verhaal. Wat gebeurt er nu, of hoe zeker is het dat die 790.000 euro, wat toch ook een substantieel bedrag is, terugbetaald moet worden. Dat lijkt nog een kleine onzekerheid te zijn. Daar willen we graag wat meer over horen van de wethouder. Wij zijn ook benieuwd naar hoe de wethouder aankijkt tegen de opmerking van het centrummanagement over wildgroei in parkeerregimes. Wij maken op uit de documenten die we hebben meegestuurd gekregen dat een brede participatie en inbreng in het voortraject wel degelijk aan de orde was. Maar misschien wil de wethouder daar ook nog wat over zeggen. Met andere woorden, het centrummanagement en de middenstand is er wel degelijk bij betrokken, gaan wij vanuit. Wij zijn ook benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen het voorstel van het centrummanagement of meer de opmerking van het centrummanagement over beslis nu eerst over optie 1 of een variant daarop, alvorens wij naar onze achterban teruggaan. In zaken de hoogte van de bijdrage die de middenstand bereid zou zijn te leveren aan dat gat in de begroting. Want teruggaan naar je achterban zegt nog niks over de hoogte van die bijdrage. Ik wil graag even checken met de wethouder of de conclusie klopt. Of wij dat juist hebben gelezen in het participatiedocument. Dat de discussie ook naar aanleiding of mede naar aanleiding van de input van de middenstand niet zozeer is tegenstrijdigheden in wel of niet betaald parkeren, dan wel over het parkeren van werknemers bijvoorbeeld op bewonersparkeerplaatsen. Met andere woorden, inderdaad, parkeren de juiste mensen op de juiste plek. Dat was het voor nu. Meneer Rossen. Voorzitter, dank u wel. Wat ik graag zou willen weten van het college is een reactie op de vraag of de veronderstelling dat er een sterke relatie zou bestaan tussen betaald parkeren en de bestaanszekerheid van de detailhandel. Laat mijn optimist zijn. In mijn terugkoppeling hoorde ik de detailhandel vooral zeggen investeren in de infrastructuur en ons centrum. En een opmerking sluit aan bij wat mevrouw Hof net zei. Gratis parkeren, dat klinkt heel sympathiek. Maar elke euro kan maar één keer uitgegeven worden. Dat heeft de laatste inspreker ook duidelijk gemaakt. En het betekent ook dat alle bezoekers die parkeren en dus die vrijgesteld zouden worden van de betaling, dat die kosten feitelijk door onze inwoners gedragen moeten worden. Heeft het college een beeld bij hoeveel bezoekers van buitenaf gebruik maken van onze betaald parkeerplekken? Dat is het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ja, GroenLinks het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Fijn dat er eerder al gezegd werd dat gratis parkeren niet bestaat, want zo zitten wij er ook in. En ondanks dat wij ook vanuit onze partijidealen best wel dingen vinden van parkeren en dat we best wel voor een auto luw centrum zouden staan, moeten we hier ook realistisch zijn in het gebied waar wij leven en dat wij gewoon veel bezoek van de omliggende dorpen krijgen die dat met de auto doen. Dus daarin moeten wij ook rekening houden met ons parkeerbeleid en moeten wij toegankelijk centrum hebben. En dat wordt volgens ons in dit scenario 2b wel aardig bereikt. Wij hebben wel enkele vragen nog. Zo wilt u naar 3 uur gratis parkeren hier onder het gemeentehuis. Wij horen graag even een reactie wat dat gaat doen met de verkeersdruk.
overwegende dat wij hier ook een fietspad vlak voor de ingang van het parkeergarage hebben liggen en het hier nu in de spits al wel eens gevaarlijke situaties oplevert met fietsers. Ook met de nabijgelegen rotonde kan de verkeerssituatie dat aan, is daarnaar gekeken. Voorzitter, verder ook lezen wij dat het parkeerterrein aan de Parkweg, laat ik het zo noemen, dat dat gratis zal worden. Wat gaat dat doen als de studenten van het Alpha College daarop gaan parkeren? Wat doet dat met de parkeerdruk in dat gebied? Wij horen onder andere in de Alpha College debatten die we afgelopen week weer hebben gehad, dat die studenten toch wel erg inzetten op gratis parkeren. Daarom ook vanuit mijn fractie de vraag, zou er niet na 3 uur gratis parkeren ook onder het LOC-gebouw naartoe kunnen worden gegaan, iedere dag van de week? Of is daar gewoon niet voldoende capaciteit voor? Wat doet dat met je financiën? Voorzitter, verder hebben wij nog wel even een opmerking over het parkeren bij het station. Het is goed te lezen dat daar een aanpak voor moet komen, want zoals het nu is met het parkeren in het gras, zeker als het slecht weer is, levert dat wel hele vervelende situaties op, ook met automobilisten die dan weg willen, maar die niet meer weg kunnen, omdat ze de auto niet meer voor of achteruit krijgen. Voorzitter, ik denk dat het wel belangrijk is dat daar op korte termijn wellicht al naar gekeken gaat worden. Wij sluiten verder aan bij de opmerking van het centrummanagement over het communicatietraject, wat wel echt fors gaat moeten zijn, omdat je naar die verschillende parkeerregimes toe gaat. En daar willen we wel graag even wat over horen. En daarnaast zijn er enkele opmerkingen gemaakt over het onderzoek waar die 75% uitkomt. En daarover kan ik zeggen dat mijn fractie wel deelt wat er eigenlijk ook in het stuk staat, dat die 75% niet zo gek veel zegt. Het vraagt natuurlijk ook een beetje, het ligt natuurlijk ook een beetje aan welke groep je dat vraagt. Als ik een poll op mijn Instagram doe, dan krijg ik een heel ander resultaat. Al is dat natuurlijk bepaald niet representatief. Maar dat is hoe wij naar dat percentage kijken. En dat was het vanuit mij. Dank u wel, meneer Boshoven. Mevrouw Meijerink. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, als VVD hebben wij heel veel vragen. Wij hechten aan een mooi centrum wat goed toegankelijk is voor onze inwoners. En waar we met veel plezier kunnen winkelen, dan wel boodschappen doen. Dus wij denken ook dat het heel erg belangrijk is om een mooi centrum te hebben en te houden. En we zijn ook heel erg benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen de toekomst van het centrum. En wat is voor hem nu het toekomstbeeld van ons centrum? En dat lijkt ons toch een hele belangrijke richting te geven voor het parkeerbeleid. Heel veel vragen zijn gesteld, dus daarom zit ik even te zoeken welke wij dan nog even willen benadrukken. Op koers gaf aan dat nu eindelijk de cijfers op tafel lagen. Nou, daar zijn wij het niet helemaal mee eens. Wij hebben nog wat technisch uitgevraagd aan cijfers. Vooral ook om te kijken hoe zwaar drukt de exploitatie inderdaad van de parkeergarages en de beslissingen in het verleden op de parkeerbegroting. Hierop hebben wij geen duidelijkheid gekregen. Daar konden we nog misschien wel even aan tafel komen om de uitleg over te krijgen. Dus dat moeten we nog gaan doen. Maar de exploitatie van de parkeergarages drukt natuurlijk wel zwaar op de hele exploitatie. En parkeren is niet gratis, dat snap ik. Maar in Hardenberg is wel de enige plek waar we betaald parkeren doen. Dan hebben we natuurlijk de situatie van met de fiscus, waarvan we iemand gevraagd hebben om daar naar te kijken. En de kans is gering of klein. Nou ja, wij zou die kans graag nieuw hebben en gewoon een afspraak met de Belastingdienst. Hoe gaat dit? En dat voordat we dit voorstel bespreken, weten of wij inderdaad 8 ton of 9,5 ton, wat het maximaal kan zijn, moeten terugbetalen of niet. En we hebben ook aanvullend aan de vraag, hoe gaat het als we gaan gratis parkeren met betrekking tot de parkeergarage? Moeten we die dan extra afwaarderen? En hoe gaat dat op de begroting drukken? Begrijpen wij dat de bijdrage van de ondernemers, er zijn verschillende ondernemers die nu al een bijdrage leveren aan de consument om te komen winkelen, terwijl ze moeten betaald parkeren, of boodschappen doen ze dat met name. Welke bedragen
worden er nu al betaald door de ondernemers. En we hebben dat technisch uitgevraagd en het blijkt dat dat niet in beeld is. En wij vragen ons af waarom dat niet meegenomen is in het onderzoek. Want volgens ons lijkt het wel van belang om te weten wat ondernemers nu zelf al bijdragen om tot een goed voorstel te kunnen komen. Nou, we zijn ook benieuwd waarom die startdatum zomer 21. Dat geeft inderdaad de indruk dat het vooral gaat drukken op de begroting van het college na u. En hoe zwaar drukt dit op de begroting in de meerjarenbegroting? Want dat zien wij niet terug. Ja, we kunnen het natuurlijk allemaal uitrekenen, maar we zien het niet helemaal terug in de stukken. En dat vinden we jammer. En dan wou ik het hier maar even bij laten voor de eerste termijn. Dan denk ik dat iedereen in de eerste termijn gesproken heeft. En dan kijk ik even achter ons. Wil ik graag. Meneer de Kater komt eraan. We laten hem ietsje stijgen, voorzitter. Zo. Voorzitter, dank u wel. En ook raad, heel veel dank voor deze intensieve inbreng. En ja, je kunt zien, het parkeren leeft. Het is een veelbesproken onderwerp. Hebben we ook in het hele traject wat we hebben gehad met elkaar ontdekt, gezien de opkomsten die er in de hele participatietraject zijn geweest. Voorzitter, eerst nog eens even in het algemeen. Samen met de inwoners, ondernemers, stakeholders hebben we gesproken over ons toekomstige parkeerbeleid. De aanleiding was namelijk, er is nu 10 jaar betaald parkeren. En sowieso goed om alles nog eens te evalueren. En ook conform het coalitieprogramma wat we met elkaar hebben gesloten. Maar ook volgend jaar staan er een aantal investeringen, de totale investering in de hardware, hè, dus de betaalautomaten, de slagbomen, die staan ter vervanging op het programma. En als je dat gaat doen, dan is het ook gewoon goed om deze evaluatie nu te doen, want dan weet je ook hoe je en met welke spullen je weer verder moet. Naast de gesprekken die we hebben gevoerd, zijn er ook heel veel onderzoeken, enquêtes, tellingen gedaan om zo compleet mogelijk beeld te krijgen van hoe staan we er nu eigenlijk met z'n allen voor. En na de onderzoeken zijn er een drietal werksessies geweest, waar we ook al die mensen weer voor hebben uitgenodigd om aan te sluiten in de diverse gremia. En dat heeft dan die 2 scenario's opgeleverd. Scenario's hebben we daarna nog weer gepresenteerd aan alle inwoners. We hebben alle inwoners weer uitgenodigd om daar nog eens weer naar te kijken, om ook gewoon nog eens te voelen van niet alleen de mensen die hebben meegesproken in het hele traject, maar om iedereen nog eens te vragen van wat vinden we daar nu van. En daarvoor hebben we ook specifiek nog een uitnodiging gestuurd naar de inwoners in het gebied waar nu nog geen vergunningshouders parkeren is, de zuidkant richting de spoorlijn. Omdat ook daar wellicht nog iets gaat veranderen. Voorzitter, dan de scenariokeuze. Als we zien wat de uitkomsten zijn, dan zien we dat het systeem ten aanzien van parkeren functioneert op hoofdlijnen. Maar er zijn een aantal knelpunten die opvallen. Dat is een beetje kort wat je zegt. We hebben voldoende parkeerplekken in de stad. Alleen er zijn een aantal, en die zijn ook al benoemd vanavond, waar heel veel parkeerdruk is. En er zijn ook een aantal waar altijd ruimte is. Dat leverde dus die 2 scenario's op, de blauwe zone en het scenario 2b. Het scenario 2 met nog weer 3 varianten, waarbij het college de variant 2b beter verdelen met 3 uur gratis parkeren in het gemeentehuis, 24/7 zeg ik maar even, en in het LOC alleen op zaterdag in beeld heeft. Die keuze is gevallen op het tweede scenario, waarin we dus een combinatie maken van de verbeterpunten en de wensen die er zijn, die we in het traject zijn tegengekomen. En even los van de kosten, dat is vanavond ook een paar keer gevraagd van, is het nu een keuze geweest alleen op basis van de kosten? Maar wat nou duidelijk naar voren is gekomen, wat ik al heb gezegd, er is voldoende parkeerruimte in de stad Hardenberg, maar op sommige locaties is de parkeerdruk groot. En dan hebben we natuurlijk bijvoorbeeld over het Van Wevelenkovenplein. Invoeren van de blauwe zone zal de parkeerdruk laten stijgen. Daar zijn we het denk ik ook met elkaar wel over eens. En daarnaast zal het voor werknemers en bewoners misschien aanleiding kunnen zijn
om te parkeren waar het minder gewenst is. Want je kunt dan met de blauwe zone overal weer terecht. En we willen graag gebruik maken van de fiets. Het gebruik maken van de fiets ook stimuleren. Dat heeft de afgelopen jaren ook volgens mij heel veel resultaat gehad. Dat zien we ook. En de blauwe zone zal ertoe leiden dat ook de fiets weer minder gebruikt wordt. Wat ook weer een verhoging geeft van de parkeerdruk. Kortom, invoeren van de blauwe zone zal dus leiden tot meer parkeerdruk, met name op de kwetsbare plekken. En, dan komt het tweede argument, inderdaad, het kost ook veel meer. Dat moeten we ook gewoon, daar kunnen we een hele lange verhaal over houden, maar dat is natuurlijk zo. Het kost ons structureel elk jaar 800.000 euro. Voorzitter. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Even over de knelpunt die u schetst. Wanneer de blauwe zone ingevoerd zou worden. Even terugkerend op de inspreker. Die had een voorstel blauwe zone voor beperkte tijd. Dat lijkt me niet echt een hele grote aanzuigende werking op te leveren. Bovendien stelt het gehele onderzoek dat we eigenlijk met een aantal kleine knelpunten, met een aantal knelpunten in de stad Hardenberg. Hebben we eigenlijk wel voldoende parkeerruimte. Behoorlijk voldoende, zou ik willen zeggen, als ik tenminste de presentaties op zich mag geloven. Hoe ziet u dan ook met een dergelijke ingreep, een blauwe kaart voor slechts 1 uur, diezelfde problemen? Inderdaad, nu even los van dat hele financiële verhaal, want ik ben ook een beetje op zoek naar welk probleem we hier aan het oplossen zijn. Ook omdat Van Wevelinkhoven is ook gesteld, gaat de parkeerdrukken misschien wat af met een verhuizing van een ondernemer? Ja, die laatste, die verhuizing van die ondernemer, die, dat weten we allemaal, die gaat plaatsvinden. Maar we weten ook niet wie, welke ondernemer er weer terugkomt. Hè? Dus het zijn allemaal, laten we zeggen wensbeelden. Maar ik hoop, en volgens mij iedereen met ons, dat we ook de lege locaties weer zo snel mogelijk vullen. Wat komt er dan weer in? We zien ook dat er nu nog mensen niet naar het Van Wevelinkhovenplein toe gaan, omdat ze denken van ja, het is daar druk. Maar als we weer ruimte creëren, komen die mensen ook weer terug. Dus wij zien nog niet direct gebeuren dat er minder parkeerdruk zal ontstaan bij het Van Wevelinkhovenplein. Nou, dan de blauwe zone voor 1 uur. Dat is gewoon, hè, want je kunt zeggen het eerste uur gratis. Een blauwe zone voor 1 uur, dat is gewoon de blauwe zone en dan de parkeerkaart met 1 uur. Daaraan zitten dan wel dezelfde kosten als de blauwe zone. Hè? Want 1 uur, dat hebben we ook uitgerekend, de meeste mensen, laten we zeggen 95%, parkeren ook niet langer dan 1 uur. Dus onze inkomsten zijn daarop gebaseerd. Dus als je dat uur eraf haalt, dan ben je bijna op hetzelfde als totaal gratis parkeren. Alleen dan heb je met de blauwe zone nog enige regulerend vermogen, omdat je een bekeuring kunt uitschrijven als men er langer staat dan 1 uur. En bij alleen helemaal gratis parkeren zit je in de situatie dat je gewoon altijd daar kunt blijven staan. Nou, dat is dan het verschil. Maar het financiële verhaal is hetzelfde. Voorzitter. Mevrouw Meijerink. Ik ben verrast door twee dingen. U haalt even aan de parkeerdruk, terwijl ik uit het coalitieprogramma lees. De coalitie wil onderzoeken of betaalparkeren in Hardenberg een negatief effect heeft op de bezoekersaantallen van het centrum in Hardenberg. Daarna gekoppeld wil de coalitie samen met de middenstand kijken naar andere vormen van parkeren en wordt ook afschaffing onderzocht. Dus daar staat niks in over de parkeerdruk. En ik heb het gevoel dat het nu soms als argument wordt aangehaald om scenario's te verdedigen. Dus dat is één ding. En 95% van de mensen parkeert langer dan 1 uur. Wij hebben die of korter dan 1 uur. Wij hebben die gegevens opgevraagd, technisch uitgevraagd. Dan denk ik, als ik ze hier vraag, dan is het vast technisch. En toen waren die gegevens niet beschikbaar. Dus ik zou echt die gegevens wel graag dan willen hebben voor de volgende vergadering. Zou dat kunnen? Ja, nee, absoluut. Maar volgens mij, dat kan. Het is ook het antwoord volgens mij op de vraag van het CDA. Die hebben daar volgens mij ook naar gevraagd. Daar staat het ook in. En ik denk dat wij uw vraag op anders hebben geïnterpreteerd. Dan, wat stond er in het coalitieakkoord en wat hebben we nu onderzocht? Nou, wat in het coalitieakkoord stond om te onderzoeken, hoef je niet na te laten. Maar je moet dan wel ook, daarom hebben we het ook breder aangepakt, kijken van wat betekent het dan als je dit gaat doen? Nou, en dit gaat het betekenen. En daarom denken wij dat we met
het aanbod van de 3 uur gratis in de genoemde tijdstippen en in de genoemde parkeergarages, dus toch een mix hebben gevonden tussen het een en het ander, wat nou ja, nagenoeg tegemoet komt aan de diverse wensen. Maar goed, daar kun je verschillend van mening verschillen. Voorzitter, ik was in mijn verhaal nog even de scenario's aan het benoemen. Dus het scenario 2b, beter reguleren. Verleiden om gebruik te maken van de onbenutte ruimte die we hebben in de parkeerplaats, die al uit het onderzoek ook naar voren is gekomen. Die gaan we proberen bij het gemeentes en het LOC te gaan benutten. In combinatie met lagere kosten voor de parkeerabonnementen. Dus ook mensen daartoe te verleiden, zoveel mogelijk via abonnementen, niet meer in de straat parkeren, maar ook in de parkeergarages te faciliteren. Dan denk ik dat het goed is dat we nog even ingaan op gesprekken met het centrummanagement. Nou, er was gevraagd, het klopt toch, volgens mij was het de ChristenUnie, dat het centrummanagement in het hele traject is meegenomen. Dat klopt, ze hebben deelgenomen aan alle sessies, maar we hebben na die tijd, omdat we weten dat het centrummanagement voor ons ook een belangrijke speler is, hebben we ook na die tijd nog gesprekken gevoerd. We hebben inderdaad de presentatie gehad bij de jaarvergadering. We hebben een gesprek gehad in december over de scenario's die voorlagen. Toen hebben we ook al even het onderwerp, de bereidheid tot bijbetalen is aan de orde gekomen. Toen is ook nadrukkelijk aan ons gezegd van geef ons aan wat de gemeente van de ondernemers verlangt. En diegenen die mij nu vragen van zijn er dan bedragen genoemd, dat vind ik lastig. Want daarmee breng ik misschien ook centrummanagement mee in verlegenheid. Want zij zullen daarmee ook eerst naar hun ondernemers en hun achterban toe moeten. Dus ik vind dat heel erg lastig. Maar gaandeweg, voorzitter, toen hebben we het ook nog over gehad over wat betekent het nu voor de opbrengsten. Hè? Want daar zijn onderzoeken naar, daar hebben we ook zo veruit over doorgesproken. Toen hebben we ook als college gezegd van het is misschien toch goed om de besluitvorming nog eens even een maand uit te stellen. En vooral Sweco nog eens te vragen om die nog het licht te laten schijnen over van welke onderzoeken zijn er nu, welke nadrukkelijke resultaten zijn er, hè? Ook aantoonbare resultaten. Dat hebben we Sweco laten doen, dat rapport heeft u ook bij de stukken kunnen zien. Dus het, even kijken, hoe heet het rapport? Notitie effecten afschaffen betaald parkeren. Ik zou bijna willen zeggen van lees de conclusies. Want op het moment dat ik het, alles is aanvechtbaar. En je vindt altijd wel ergens een plek waar jouw gelijk wordt gerealiseerd. Daarom hebben we ook gevraagd aan Sweco van doe nou die studie. Breng het nou gewoon in beeld. Dat is het meest objectieve verhaal wat wij u kunnen brengen. Nou, lees het door, hè. Er staan ook conclusies in. Dan kunt u daar gewoon naar kijken van hoe Sweco daar tegenaan kijkt. Voorzitter, met dat verhaal op zak zijn we weer in gesprek geweest met het centrummanagement en hebben we ook aangegeven hoe het college erin stond. Hebben we ook gezegd van ja, wij kunnen nu wel van uw vragen doen een bijdrage, maar op het moment dat de situatie zo is, betaald parkeren, de blauwe zone is de optie. En wij vragen dan een bijdrage, dan zou het betekenen dat het college ook zou willen kiezen voor de blauwe zone. En wij denken dat we meer recht doen aan alles wat we hebben opgehaald om toch voor de variant 2b te kiezen. En dan zelf de kosten voor rekening te nemen en geen claim bij het centrummanagement neer te leggen. En als we weten wat die kosten zijn en ook in het voorstel wat nu wordt gedaan van een uur gratis parkeren, dan zijn die kosten hetzelfde als bij de blauwe zone. Ja, wat moeten wij dan vragen aan het centrummanagement? Ik vind het bijna een oneerbare vraag, want we weten ook, dat hebben we ook in het gesprek, en ik wil dat niet dramatiseren, maar we hebben ook in het gesprek meegemaakt hoe de situatie is bij sommige ondernemers en dat ook de BIS al betaald moet worden. Nou, komt daar opeens dit bij. Dat is dan, zou je kunnen zeggen, niet het probleem van de gemeente, maar het probleem van de ondernemers. Maar het legt wel een claim op de hele situatie. Dus nogmaals, daarom hebben wij gedacht goed aan te doen, toch te kiezen voor 2b.
Dat hebben wij toen meegedeeld. Toen is er een bestuursvergadering geweest van centrummanagement. En vervolgens is er de volgende dag een brief gekomen. Toen is er nog een aanbod geweest vanuit het college van zullen we daar nog weer over spreken. En daar is op gezegd van nou, als de situatie niet verandert, dan is dat misschien niet slim. Nou, en dat is hetgeen wat wij nu, waar we nu staan. En wat, maar ook even een overzicht van hoe de gesprekken en welke gesprekken er zijn geweest. Naast de ambtelijke gesprekken die ook nog hebben plaatsgevonden. Voorzitter, ik denk dat het goed is dat ik nu eens even kijk bij wat er allemaal is gezegd en welke vragen er nog meer zijn gesteld. Er zijn heel veel vragen gesteld. Ik wil u al op voorhand beloven dat ik wellicht niet direct op elke vraag een antwoord heb en er misschien ook een paar ben vergeten op te schrijven, maar ik ga er best een poging doen. D66, berust het alleen op financiële argumenten? Daar ben ik volgens mij op ingegaan. De enquête, 75%, ik ga vaker naar het centrum, niet serieus nemen. Nou, wij nemen alles serieus, maar ook wel met een hele nuchtere blik. En je weet gewoon, als je mensen op straat iets vraagt van zou u dat gaan doen? Dan zegt men heel snel ja, maar hoeveel mensen daar nou invulling aan geven, dat kunnen wij niet voorspellen. Maar de cijfers zijn de cijfers en wij ontkennen ook niet, dat wil ik ook in zijn algemeenheid nogmaals even zeggen, dat gratis parkeren niet meer bezoekers op zal leveren. Dat ontkennen wij absoluut niet. Vandaar ook dat we het graag willen invoeren, maar dan op de manier zoals we het nu voorstellen. Dus daar hebben we ook helemaal geen verschil van mening over. Niet volledig meenemen van het centrummanagement, nou dat wil ik toch absoluut bestrijden. Dat heb ik ook aangegeven, we hebben wel iedereen in gekend. Maar als op een gegeven moment kunnen je wegen qua ideeën over de standpunten uit elkaar lopen en dan houdt het ook een keer op. Maar ik denk dat we echt absoluut heel vaak met elkaar in gesprek zijn geweest. Voorzitter, hoe toekomstbestendig is de keuze 2C, maar ik bedoelde volgens mij 2B, de keuze die nu het college maakt. Hoe toekomstbestendig is die? Dat weet je nooit, voorzitter, want ja, je weet nooit hoe de ontwikkelingen lopen in de toekomst. Ik denk dat wij 10 jaar geleden ook niet hadden verwacht dat we hier nu staan en dat er toch sprake is van redelijk veel leegstand. Maar wij denken wel dat wij een voorstel doen die in ieder geval recht doet aan datgene wat we met elkaar hebben opgehaald. En als er over een x-aantal jaar weer behoefte is aan bezinning, dan doen we dat en dan gaan we het nog eens weer kijken. Maar ik denk dat we in ieder geval een voorstel doen die voor de lange termijn een goed voorstel is. Vanuit de lopende exploitaties zijn er cijfers. Ik weet niet meer precies wat de vraag was. Maar we moeten anders in de tweede termijn nog even kijken. Parkweg gratis, dus LOC. 3 uur gratis. Ik vind dat op zich, GroenLinks haakte daar ook op in, nog wel een idee wat we nog eens even kunnen onderzoeken en wat we de komende 14 dagen in ieder geval voor de besluitvorming nog eens willen aanreiken. Zeker ook als je ziet, ook wat GroenLinks heeft gezegd, denk ik, daar willen we nog wel eens even naar kijken. Leegstand op de markt. Waar betalen we voor? Ja, u betaalt als u parkeert in Harmberg en u betaalt, dan betaalt u voor een beschikbare parkeerplaats. Hè? En veel meer kan ik er niet veel van maken. En waarom betalen we? We hebben hier te maken met een parkeerexploitatie en die moet op een of andere manier gedekt worden. We weten ook dat die nu al voor 300.000 euro niet gedekt is. Dus het is al niet dat we kietlopen of dat we er geld mee verdienen. En dat komt onder andere, en dat is ook door het centrummanagement terecht opgemerkt, er zitten 2 parkeerplekken in, die kennen we ook allebei, die een behoorlijke drukken op de exploitatielast. Dat is zo. Dat zijn keuzes uit het verleden die gemaakt zijn. En daar hebben we nu eenmaal mee van doen. Raalte en Steenwijk, daar kan het wel en daar is de OSB niet verhoogd. Nou, ik denk dat ze daar dus geen 2 parkeerbakken hebben die exploitatielasten hebben. Als je die niet hebt, dan is het veel makkelijker te doen. En so be it. Mag ik daar nog even op reageren? Want het is natuurlijk wel zo, ze hebben die kosten niet, maar de inkomsten bij hun verdwijnen net zo goed als in Harderberg.
Dus voor mij gaat het per saldo om hetzelfde bedrag? Nou, dat denk ik niet. We hebben hier een exploitatielast van de parkeerplaatsen. Die is redelijk hoog, dat hebt u ook kunnen zien. En als je dan wel de lasten hebt en de inkomsten niet meer krijgt, dan ga je negatief. Zo simpel is het in het leven, voorzitter. Bij hun verdwijnen toch een miljoen aan inkomsten bijvoorbeeld? Wat zegt u? Er verdwijnt toch een miljoen aan inkomsten in Raalte en dat is hier toch net zo? Nou, ik weet niet, als er een miljoen aan inkomsten in Raalte is. Nou, ik noem maar een bedrag. Nee, maar als je zeg maar geen kosten hebt voor een exploitatie van twee grote parkeerbakken en die heb je nooit gemaakt, dan heb je die exploitatielasten niet. Dan kun je veel makkelijker, omdat je dan verdient op het parkeren afschaffen, dan accepteer je dat je niet meer verdient. Maar nou ja, goed, dat is dan het verhaal. Voorzitter, 50 plus maakt een opmerking over het voor de gehandicapten in die zin wat lastiger is, omdat ze verder moeten. Daar ben ik het mee eens, voorzitter. Maar we hebben wel de gehandicapten parkeerkaart, hè, dus daar kan van gebruik van gemaakt worden. En daar is een opmerking. Mag ik het even op reageren, meneer Schuurman, ja. Ik vind het niet helemaal correct om te zeggen van die GPK's zijn al gratis. Die is gratis, dat klopt. Maar je hebt ook gehandicapten van buiten de gemeente. Hoe denkt u daarom? Ja, voorzitter. Daar is dan de oplossing alleen maar als ze gratis willen parkeren, dat het dan kan op de plekken die gratis zijn voor een ander ook. En ja, daar kunt u wel van vinden. We kunnen ook, als u dan zegt van nou, ik vind dat daar wat mee moet gebeuren. En ik heb daarvoor niet direct de oplossing. Die heb ik niet voor handen. Maar dat wij bij het introductie gebeuren, dat we daar nog eens naar kijken van kunnen we daar een mouw aan passen. We willen graag een inclusieve gemeente zijn. Dus in die zin wil ik best nog eens kijken van kunnen we daar iets voor vinden. Maar ik vind hem, we hebben eerst gezegd van we leggen nu de scenario's voor. We vragen dan de raad welk scenario u verkiest. En daarna gaan we de implementatie in. En dan vind ik dit ook wel iets wat we daarin mee zouden kunnen nemen. Meneer Van der Wel wil ook graag interroberen. Ja, voorzitter, ik zou eigenlijk zowel aan de wethouder als aan de heer Schuurman willen vragen. We vinden het natuurlijk allemaal fantastisch dat we de meest inclusieve gemeente van Nederland zijn. Maar hoe inclusief is het dan als we een groep buitensluiten van betaling? Is dan even de vraag, hoe terecht vindt u dat? Ik heb het niet op uitsluiten. Dat woord heb ik niet in mijn mond gehad. Nee, u zegt dat u vraagt. Ik wil het mijn verhaal nog maar. Ik heb alleen gezegd, de niet-gehandicapten die krijgen 3 uur gratis parkeren en de gehandicapten moet meteen betalen. Ga daar dan ook een tussenoplossing voor zoeken. En dat is op zich niet zo moeilijk. Dat gebeurt in meer plaatsen. Denk maar eens als Zwolle. Volgens mij is uw punt gemaakt. En ik mag aannemen van de wethouder dat hij dit punt nog meeneemt. Voorzitter, als daar goede voorbeelden van zijn in andere plekken, dan ben ik zeer bereid om daarnaar te kijken hoe we dat ook hierin zouden kunnen voeren. Voorzitter, mag ik heel kort nog even reageren? Mevrouw Hof. Ik sluit me een beetje aan bij wat meneer Van der Wel opmerkt. Minder valide of gehandicapt zijn, dat is op zich heel naar genoeg. Ik denk dat de meeste van ons zich daar niet zo goed een voorstelling van kunnen maken. Ik in ieder geval niet, dus daar wil ik... Maar het betekent niet automatisch dat je ook niet over de middelen beschikt om je parkeergeld te kunnen betalen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat misschien de wethouder wil kijken naar meer invalide parkeerplaatsen dichter bij bepaalde faciliteiten. Dat is het enige wat ik even mee wil geven. Nou, die laatste voorzitter die zit ook in het onderzoek als conclusie, dat we dat sowieso gaan doen. Voorzitter, in de blauwe zone gaan... Mag ik daar nog even op reageren? Meneer Schuurman, wil nog graag reageren? Ik heb ook niet gezegd dat zij het niet kunnen betalen. Je wordt ook met een Tesla geparkeerd. Kunnen die het dan niet betalen? Natuurlijk ook. Maar ik wil niet zeggen gelijke monniken, gelijke kappen. Omdat er denk ik niet per se sprake is van gelijke monniken. Maar wat ik alleen maar wil zeggen is dat op een moment dat je gehandicapt bent, is het vooral fijn dat je denk ik ergens dichtbij kunt parkeren en maakt het even los van financiële situaties niet uit of dat wel of niet gratis zou zijn. Maar daar wil ik het even bij laten.
De wethouder heeft zojuist ook toegezegd dat hij wil onderzoeken of het mogelijk is en dat hij openstaat voor ideeën. Dus volgens mij is dat voor nu dan voldoende. Dan wil ik u graag weer het woord geven. Voorzitter, de volgende vraag van 50PLUS was het afschaffen van die 33 parkeerautomaten. Wat levert dat dan op? Dat zit in de cijfers. Hè? Dus dat we die niet hoeven aan te schaffen, dat zit in die cijfers van de introductie van de blauwe zone. Dus in die exploitatie is dat dan meegenomen. 1 uur gratis parkeren achter de slagbomen, wat kost dat? Ik moet even een verduidelijkende vraag stellen. Bedoelt u dan alleen daar waar we nu slagbomen parkeren hebben, dat u het alleen daar wilt invoeren? Dat klopt. Nou, die hebben we niet, denk ik, zo scherp. Maar dat zou wel betekenen dat we bijvoorbeeld, en dan kom ik even weer terug op het Van Wevelinghovenplein, dat we daar het juist weer gaan introduceren, waar nu net de grootste parkeerdruk is. Daar zou je het nou juist niet moeten doen. Dat is de enige opmerking die ik op dit moment over kan maken. En ik wil nog wel even kijken als we dat in beeld kunnen brengen. Maar ik verwacht dat het een hele moeilijke exercitie wordt. Maar ik ga er naar kijken als we daar komende week nog een antwoord op kunnen geven. Mag ik dan een aanvullende suggestie doen om te kijken welk bedrag het tweede uur en verder uren zou moeten kosten als we het eerste uur gratis maken? Ja, mevrouw Meijerink. Kan de wethouder daarop antwoorden? Ja, voorzitter, daar gaat de raad zelf over de tarieven. Kijk, nee, maar goed, als je binnen een bepaalde exploitatie dingen wilt kunnen doen, hè, stel je voor dat het geld, dan is het wel makkelijk om te weten welke tarieven het wel mogelijk zouden kunnen maken. Ja, u wilt de exploitatie mogelijk maken door 1 uur gratis parkeren in te voeren en het geld wat we daarmee verliezen weer ophalen door een hoger parkeertarief na een uur. Ah ja, ik denk, dan splits je boodschappen doen van winkelen. Ja. Hè? En voor winkelen zijn mensen gemiddeld genomen meer bereid. Ja. En ze hebben de winkeliers baat bij dat je met de auto komt, omdat je dan met de auto meer uitgeeft. Ja. Dus ik denk van, ik weet niet of het een... Ik snap uw idee, maar ik denk dat we daar dat astronomische bedragen worden. Omdat we weten dat we 95% gaat na een uur weer weg. En blijft dus maar 5% na een uur staan. En die 5%... stel dat die staat er dan niet nog een uur, maar als die daar nog een half uur zou staan, moet die voor dat half uur €800.000 opbrengen. Dus dat worden echt bedragen. Dat is niet een verhoging van 1,15 naar 1,25 of 1,30. Maar dan komen we eerder in de tientjes en in meer dan €20 per uur, denk ik dan. Voorzitter, is er al contact geweest met de Belastingdienst? Voorzitter, wij willen graag eerst kijken welke scenariokeuze er is. En over het hele verhaal richting Belastingdienst verder ga ik straks nog even verder op in. Dan de ChristenUnie. Hoe is het centrummanagement bij betrokken? Die heb ik volgens mij aangegeven. Wat vindt het college van centrummanagement? Deze vraag die wil ik nog graag even. Ja. Ik denk dat het de vraag, want ik heb meer van dat soort vragen gesteld, maar ik denk dat dit de vraag is. Hoe u aankijkt tegen de opmerking over wildgroei in parkeerregimes en hoe u dat gaat oplossen. Oh, diverse, ja. 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 Ja, ik denk, en dat is ook de intentie, en ik zou ook, mochten we tot besluitvorming komen en wat we ook besluiten, dat we daarna zo snel mogelijk met Centrum Management ook gaan kijken in de uitwerking van hoe kunnen we hier goede communicatie opzetten. Er is mij beloofd van als we dat goed doen. En we gaan ook bij de invalswegen de mensen beter begeleiden. We gaan niet alleen zeggen waar de parkeerplaatsen zijn, maar ook of ze vol zijn of niet. Dat we al dat soort dingen veel beter aanpakken. En dat we ook mensen bij binnenkomst gaan vertellen, er is een mogelijkheid tot gratis parkeren. Dat mogelijk moet zijn. Maar goed, dat is hier echt iets waar het komende jaar, als we een besluit nemen, graag ons over willen buigen. Belastingdienst ga ik straks nog even op in. CDA, de veronderstelling van de relatie parkeren en de hogere opbrengsten. Volgens mij is dat de eerste opmerking die u heeft gemaakt. Daarin wil ik, of hebt u hem anders bedoeld? Voorzitter, zal ik hem verduidelijken. Er werd een relatie verondersteld tussen betaald parkeren en het bestaansrecht van onze detailhandel. Ik zet hem nu even heel scherp. Ja, er zal, als we met elkaar zeggen van gratis parkeren levert extra bezoeken op,
dan zou het zo kunnen zijn hè, dat dat ook extra revenuen opbrengt, dat mensen meer boodschappen gaan doen hier. Maar dat, daarvoor moet u de conclusies lezen die in het onderzoek staan. Dan zou daar een mogelijkheid kunnen zijn dat daar een relatie is. Ik ontken hem niet, dat heb ik vanavond ook al vaker gezegd. En ik denk ook dat het daarom goed is dat we toch een vorm van gratis parkeren, en vooral om te winkelen, vlak voor de deur boodschappen doen. Ik denk dat dat juist echt, dat we daarvoor moeten zorgen dat er de snelheid in blijft en dat mensen ook zo snel mogelijk weer vertrekken, zodat de supermarkt de volgende mensen weer kan ontvangen. Maar dat we juist op een kleinere afstand en mensen die echt willen winkelen, dat we die faciliteren met gratis parkeren. Waar ik nog wel even een opmerking over wil maken, want het, bij de vraag van de VVD over wat doet het met de omliggende dorpen, of, nou ja, en dat was ook in de bijdrage van de heer Schoenmaker, want we hopen dan. Kijk, de enquête is gevraagd aan inwoners van onze gemeente, en dat staat ook in de onderzoek in de stukken een staartje, waar die 75% vandaan komt van mensen die zeggen van ja, wij gaan vaker parkeren, of wij gaan vaker dan naar Hardenberg boodschappen doen. Daar staat wel de afkomst van die mensen die geïnterviewd zijn, staan erbij. En die mensen die komen dus, die hebben dat gezegd, die komen allemaal uit deze gemeente. Dus op het moment dat u zegt van ja, wat betekent het dan voor de omliggende dorpen? Het zijn mensen uit de omliggende dorpen die hebben gezegd van ja, wij gaan vaker naar Hardenberg. Dus neem ook dat mee in uw afwegingen, zou ik zeggen. Voorzitter, is er een beeld hoeveel bezoekers van buitenaf gebruik maken van onze parkeervoorzieningen? Ik kreeg eerst ambtelijk door van nee, die is er niet. Later kreeg ik van hij is er waarschijnlijk wel. Ik heb hem nu niet, maar als hij er is, dat zeg ik u toe, dan moeten we nog even zeker arresteren. Maar dan sturen we hem ook nog toe. Dan GroenLinks. Wat doet het met de parkeerdruk op de, vooral hier in het gemeentehuis met het fietspad? Nou ja, op zich zou je kunnen veronderstellen. Kijk, ja, we hopen niet dat we aan ons succes ten onder gaan. Dat is de volgende. Maar goed, volgens mij is dat ook iets wat we vooral, we moeten het gewoon gaan proberen. En dan als we problemen onderweg tegenkomen, dan hebben we met elkaar, zijn we er ook bij om ook daar weer oplossingen voor te bedenken. Hetzelfde doen we ook nog op een aantal andere zaken die we hebben gezegd van we voeren het nog niet in, maar we gaan het wel monitoren. Moet er tussentijds iets gebeuren, dan pakken wij dat aan. Parkweg gratis. Ik heb gezegd die optie die daaruit voortkomt van dat heel veel leerlingen toch gratis willen parkeren. Ja, dat gevoel dat leeft bij mij ook ergens. Dus ik vind het heel goed om nog eens te kijken van kunnen we daar nog iets mee om, maar goed, daar gaan we ook de komende week nog wat meer cijfers over produceren. Met ProRail, daar gaan we. Hè, we zijn afhankelijk van ProRail bij het station, maar we houden de weg naar ProRail houden we absoluut warm. Voorzitter, dan is mij gevraagd van, kan de wethouder van de VVD de vraag nog eens geven van wat is nou het beeld van de wethouder bij de toekomst van het centrum? Voorzitter, wij vol investeren in het valt niet onder mijn portefeuille, maar wel onder mijn collega's de Rietstap en Breukelman. Wij investeren volop in het centrum. We lopen de deur plat als het gaat bij de provincie om foutjes te krijgen, om voor gevelverbetering, noem maar op. Wij gaan ook nog weer aan de slag met twee parkeerterreinen om die toch weer te herinrichten, om de zaak te verfraaien. Ik heb ze niet allemaal zo direct in beeld, maar we zijn volop aan het investeren in het centrum. En dat willen we ook heel graag blijven doen en ook vooral liefst zoveel mogelijk samen met het centrummanagement. Voorzitter, dan denk ik dat het goed is dat ik nog even inga op de risico's die zijn benoemd. Daar heeft de VVD ook nog iets van gezegd. Ja, mag ik nog heel, want ik dacht dat mijn vraag heel helder was, maar gezien het antwoord denk ik dat de wethouder en ik toch een klein misverstand hebben. Want toekomstbestendig centrum, dan bedoel ik vooral van wie zou u graag vestigen zien in het centrum en hoe moet ons centrum eruit zien. Hè? We gaan blijven bouwen, we krijgen nieuwe woningen, we gaan uitbreiden in de Marslanden. Wat heeft onze inwoner nodig in het centrum en hoe ziet u dat in de toekomst? We zien inderdaad veel leegstand. We weten dat de handelsvereniging zich
tegen het plein ooit gekeerd heeft. En dat is best hoog opgelopen, ook tot de Raad van State toe, begrijp ik. Ook al zat ik toen nog niet in de Raad. Nu is er inderdaad veel leegstand, maar dat komt natuurlijk ook omdat we dat grote nieuwe winkelcentrum erbij aangebouwd hebben. Maar hoe ziet u nou de toekomst van het centrum? We willen toch, tenminste naar onze beleving, willen we ook graag een vitaal centrum met ondernemers die daar een goede boterham kunnen verdienen. Want dat is ook de enige manier om het vol te houden. Meneer Rossen, wilt u hierop reageren? Ja, eigenlijk een vraag aan mevrouw Meijerink. Als ik het goed begrijp, hoor ik u tegelijkertijd vragen om meer gratis parkeren en meer investeren in ons centrum. Nou, dat zeg ik niet per se. Ik vraag me wel af waarom de exploitatie van een foute keuze van ons als raad, hè, ook al is het allemaal voor onze periode, van een parkeergarage met waar we een Excelsior het geloofd hebben, die niet waar blijkt, laat ik maar zo plat zeggen. Waarom moeten de winkeliers daarvoor bloeden? Dat vind ik wel een ingewikkelde vraag. En die vind ik best dat we die met elkaar mogen bespreken. Moet die drukken op de woonlasten van het gemeentehuis? Of moet die drukken op de exploitatie van de parkeerexploitatie? Ja, ik vind dat daar moeten wij het met elkaar over hebben. Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Zeker, mevrouw Hof. Even twee dingen wat de ChristenUnie betreft. Eén is, het eerste deel van uw vraag hoort denk ik meer thuis in een discussie over hoe wij inderdaad willen omgaan met het centrum. De detailhandelstructuurvisie. Dat is volgens mij nu niet aan de orde. En het tweede is, ik heb niet helemaal de indruk dat de middenstand moet bloeden voor het parkeerbeleid. Ik heb meer de indruk dat de gemeente daar vooral voorzaam bijdraagt. En dat de wethouder in ieder geval een stoere poging heeft gedaan in het voorstel dat er ligt om de gevolgen voor alle betrokkenen zo veel mogelijk te beperken. Maar dat is even mijn observatie. Ja, voorzitter, deze observatie, daar sluit ik mij bij aan. De vraag ten aanzien van hoe kijken wij nu tegen het centrum aan? Het is inderdaad niet een discussie alleen over parkeren, maar dat gaat over veel meer. En daar kunnen we echt hele verhandelingen over houden. 17 maart is er een bijeenkomst die juist gaat over hoe we verder gaan met het centrum. En ik zou eigenlijk de visie op het centrum daar neer willen leggen. Want daar kunnen we natuurlijk een hele avond over vullen. Voorzitter, dan de BTW-verhaal. We hebben in de gemeente, zoals u weet, destijds een convenant met de Belastingdienst afgesloten. Dat gaat over horizontaal toezicht. Wij mogen BTW terugvorderen, omdat we eigenlijk een soort van, laten we zeggen, commerciële activiteit doen als het gaat over het parkeren. Hè. Wij vragen daar een tarief voor en daar mag je BTW over terugvorderen. Maar op het moment dat je een gedeelte gratis gaat aanbieden, dan betekent dat je dat gratis doet en dan kun je daar geen BTW over terugvorderen. En dat is het bedrag wat wordt genoemd, de 110.000 euro. Maar op het moment dat wij dat gaan melden bij de Belastingdienst, of wij gaan dat, op zich denk ik dat we het zo aanpakken dat we zeggen van jongens, wij moeten eerlijkheidshalve, gezien het convenant dat we die afspraak met elkaar hebben gemaakt, moeten wij u nu 110.000 euro kunnen wij minder terugvragen. Dat is eerlijkheidshalve volgens de convenant. Zo zijn de afspraken, dat gaan wij doen. Maar op het moment dat daar de fiscus nog eens naar gaat kijken, dan zou het zo kunnen zijn, en wij schatten dat risico bijzonder laag in, dat ze zeggen van nou, we gaan het hele parkeerbeleid nog eens weer tegen het licht houden. En er zijn hier ook na een avonduren en er zijn nog wat meer gratis periodes. En nou ja, daar zou men wat van kunnen vinden. Wij denken, we hebben dat ook op twee manieren laten onderzoeken, dat het een gering risico is. Maar ik wil hem niet onbenoemd laten, zodat we later niet krijgen te horen van ja jongens, wat overkomt ons nu? Maar het risico dat dat gebeurt, dat is door twee, door onze eigen huisadviseur, maar ook door een extern bureau nog eens laten toetsen. En de conclusie is van nou, dat zal gering zijn. Maar ik wil hem noemen en dan is hij maximaal, iets meer dan 700.000 euro. Betekent ook dat als wij totaal gratis parkeren afschaffen, dat ook daar geen BTW meer teruggevorderd kan worden. Hè? Voorzitter. Ik heb een korte vraag nog over die bijna 8 ton. Wanneer weet u wel
of de Belastingdienst daar iets van gaat vinden en of iets nadeligs voor ons van gaat vinden, laat ik het zo even zeggen. Nou, ik denk dat we daar zekerheid over hebben een jaar na invoering. Ik wil wel even naar achteren kijken, daar nog verstandige dingen over gezegd kunnen worden, maar... zullen we daar in de komende week nog even op ingaan, dat we daar nog even iets duidelijker omschrijven? Lijkt me goed. Voorzitter, in eerste termijn was dit volgens mij hetgeen wat ik wou zeggen. Ik wil de raad wel nogmaals heel veel dank zeggen. Misschien is het te vroeg, maar ik wil ook alle mensen die hebben bijgedragen aan dit fantastische participatietraject. Want ik moet echt zeggen, er hebben heel veel mensen aan meegewerkt. Opkomsten waren groot, parkeren leeft in de gemeente Hardenberg. En nou, daar hebben heel veel mensen aan meegewerkt. En ik ben daar best wel trots op dat we dat op deze manier hebben kunnen doen. En ik wens u verder heel veel succes bij de besluitvorming. Voorzitter. Meneer Schuurman, wilt u nu vragen of wilt u de tweede termijn straks? Nou, dat is een vraag niet beantwoord. Ik heb gevraagd over de stop-and-shop-zone. Ik bedoel, maar die kan dan komen te veranderen, mijn idee. Dat is ook beter ten opzichte van de concurrentie van de bloemist, de slager, noem maar op, die daar zit. Ja, voorzitter, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Wij hebben gezegd van dat zijn winkels aan de rand van het centrum met een iets ander karakter, waar wellicht ook andere een parkeren bij hoort. Daar is ook hebben we proeven mee gedaan. Op zich loopt dat goed. En daarom denken wij dat juist aan de rand die blauwe zone heel goed zou kunnen passen. Nou, daar ben ik van overtuigd dat u ook aan de andere kant dat moet doen. Kijk, er zijn meer zones aan de rand van de stad. Dan moet je het overal doen of nergens. Ja, voorzitter, dat kan, maar dan kunnen we een hele discussie, want dan krijgen we het hele evaluatie van het parkeerbeleid weer. Hè. Dit is allemaal meegenomen in de evaluatie en dit is uiteindelijk wat eruit is gekomen. En daar kunnen we nog allerlei scenario's verder op loslaten. Bedankt voor zover. Met een aantal toezeggingen van de wethouder wil ik graag even rondkijken wie heeft voor de tweede termijn nog vragen. Kijk ik rechtsom. Niemand vragen voor de tweede termijn, dan is mijn vraag, wordt dit een bespreekstuk of een hamerstuk? Hamerstuk? Ik denk toch dat het een bespreekstuk voor ons wordt, hoor. Meneer Rollemont, een bespreekstuk, prima. Sorry, Schaken. Is mijn vraag, wilt u door of wilt u even schorsen? Wilt u 10 minuten schorsen, hoor ik achter mij. Bent u het daarmee eens, dan gaan we over 10 minuten verder met deze vergadering. Dan schors ik nu de vergadering. Ik wil u vragen uw plek weer in te nemen, dan zullen we verder gaan met deze vergadering. Ik wil ook de mensen in de gang of in de hal vragen, indien zij deze vergadering weer bij willen wonen, dat nu te doen. En anders zullen we beginnen. Ja, nou. We gaan verder met punt 5 van de vergadering, beleidsplan minima 2020-2022, waarbij staat een eerlijke kans voor iedereen. En dan wil ik graag rechtsom, wie kan ik daarover het woord geven? De heer Van der Grampel. Wie wil nog meer het woord? Mevrouw Jondersma. De heer Van der Grampel, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Eerst even vooraf. De ambtelijke organisatie wil ik graag hartelijk danken voor de beantwoording, de prima beantwoording van een aantal technische vragen. Dank jullie wel. Dan inhoudelijk. De fractie van de ChristenUnie beoordeelt dit beleidsplan met een positieve grondhouding. Wij vinden het essentieel dat we als gemeente oog hebben voor de zwakkeren in onze samenleving en ervoor zorgen dat er daar waar nodig ook de juiste financiële ondersteuning wordt geboden. Voor een goede uitwerking van het minimabeleid en armoedebestrijding heb je als gemeente ook partners nodig. Wij constateren met tevredenheid dat het aangaan van maatschappelijke allianties ook een van de kenmerken van dit plan is. Niettemin hebben we toch nog een aantal vragen en opmerkingen aan het adres van de portefeuillehouder. In het plan is meermalen sprake van een reguliere aanpak. Van harte mee eens uiteraard, want we hebben hier al vaker als fractie voor gepleit.
We lezen in het plan dat er inmiddels een kwartiermaker is aangesteld. En we zijn ook wel benieuwd welke regelluwe veranderingen er sindsdien zijn doorgevoerd. En kan bij dit plan ook niet gelijk het in het coalitieakkoord opgenomen onderzoek naar een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering worden meegenomen? Op meerdere plaatsen in het document wordt de noodzaak van een goed communicatieplan aangegeven. En dat is ook een van de onderdelen van de evaluatie van het vorige beleidsplan. Ik kan de portefeuillehouder er niet nadrukkelijk genoeg toe oproepen om hier prioriteit aan te geven. Het doelgericht en effectief zijn van je beleid staat en valt met een gerichte communicatie via alle kanalen. En ook de heer Siauw pleitte daarvoor en hij toonde de Geldkrant uit 2018. Dus wellicht dat dat ook een update naar 2020 kan betekenen. En ook heel belangrijk hierbij, betrek ervaringsdeskundigen hierbij. Zodat het inderdaad logisch, laagdrempelig en begrijpelijk is. Het is ook goed om te lezen dat hun inzichten zijn meegenomen in dit plan, maar maak ook juist gebruik van hun kennis en ervaring van de doelgroep bij de uitvoering. En ook, niet in de laatste plaats, bij het geven van voorlichting op scholen. Op pagina 5 van het beleidsplan staat: wij helpen mensen die door armoede in de problemen zijn gekomen weer op weg. Prima natuurlijk, maar is de essentie niet net andersom? Juist door problemen als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, zaken in de privéomgeving, kan armoede ontstaan. En vanzelfsprekend dat er dan allerlei vangnetten en ondersteuningsmaatregelen zijn. Maar hoe bieden we als gemeente en als ketenpartners beter oog voor de signalen en kunnen we ook daarnaar handelen? Want des te minder wordt er dan hopelijk een beroep op de ondersteuning gedaan. Wat ons betreft dus ook volledige steun voor het structureel maken van het project voor elkaar. En als je het dan hebt over ondersteuning, we lezen in het plan op bladzijde 6 ook een paar keer de term inkomenszekerheid bieden. Ik wil toch graag aangeven, alles wat in dit plan staat is juist mijns inziens gericht op inkomensondersteuning. En het bieden van inkomenszekerheid is toch iets anders. Het uitgangspunt op maat en regelarm, op bladzijde 7. We bereiken met de minima regelingen alle inwoners die het nodig hebben. Maar dit staat toch enigszins haaks op het bereik zoals weergegeven in bijlage 4. Nagenoeg alle regelingen kennen een bereik van nog geen 40%. Wat gaat de portefeuillehouder doen om het bereik van deze regelingen te verhogen? En kan de gemeente niet in situaties waar het mogelijk is gewoon proactief handelen? In aansluiting op het vorige punt, wij als ChristenUnie missen eigenlijk in het plan concrete ambities. Waar wil je over 2 of 4 jaar staan? Ik wil de wethouder dan ook oproepen om niet alleen aan te geven wat de gemeente gaat doen, dat staat goed benoemd, maar daar ook aan toe te voegen wat het effect van al die acties moet zijn. Bijvoorbeeld een stijging van het bereik of het dalen van het aantal huishoudens of kinderen in armoede. Juist dan kun je beoordelen of de acties ook het beoogde resultaat hebben opgeleverd en kan er eventueel worden bijgestuurd. En kan er uit dat oogpunt ook in 2022 een tussenevaluatie aan de Raad worden aangeboden. Voorzitter, ter afronding. In 2010 bracht de Rekenkamer van onze Raad een rapport uit met de titel Minima Maximaal Gesteund. Het vraagteken destijds aan het einde van de titel is wat de ChristenUnie betreft de afgelopen raadsperiode, en dat geldt ook zeker voor dit plan, al vervangen door een uitroepteken. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Mevrouw Joldersma. Voorzitter, dank u wel. Ik neem deze ronde waar voor mijn collega Soeten. Voorzitter, het CDA vindt dat het beleidsplan goed in elkaar zit. Er zitten heldere doelen in, het is goed opgebouwd. En er zitten ook een aantal elementen in die ons zeker heel erg aanspreken. Dat is met name de aandacht voor het doorbreken van de intergenerationele armoede. Gezinnen, kinderen. En het zet zich maar in generaties voort. Het één lokaal jeugdfonds. Het streven naar die laagdrempelige ondersteuning.
En ook het kritisch kijken naar ons eigen gemeentelijk apparaat, de cultuur en de structuur. Dat waarderen wij zeer. Een aantal zaken, en de heer Van der Gampel heeft ze ook een aantal genoemd, zitten voor ons wat meer in de uitwerking. En daar willen we graag nog even wat extra aandacht voor vragen en een reactie van de wethouder. Het eerste gaat over het uitgangspunt structureel en duurzaam. Geen kind groeit op in armoede. Nou, het landelijk initiatief, een heel mooi dat wij ook in Hardenberg daar goed op aangesloten zijn. Wat je een beetje krijgt als je deze beleidsplan doorleest, is dat toch armoede steeds op zichzelf wordt bekeken. En dat is niet de bedoeling, want er staan ook wel zinnen overal over integraal en met de samendoenteams. Maar zou dus wethouder dat toch nog eens kunnen toelichten hoe ze dat nu precies ziet? Want als je het hebt over die structurele oorzaken van armoede, ja, dan kom je inderdaad bij andere problemen waar onze samendoenteams zich ook mee bezighouden. De zelfredzaamheidmatrix is daar altijd toch een heel mooie matrix voor, die laat zien hoe de verschillende problemen met elkaar samenhangen. En hoe moeten wij dat nou ons straks concreet voorstellen, hoe die samendoenteams dat gaan oppakken? Dus dat we niet armoede weer als een geïsoleerd probleem kijken, maar juist die samenhang, want armoede komt eigenlijk nooit alleen. En dat komt zo af en toe, staat dat in de notitie. Maar we zien niet terug hoe dat dan in de praktijk straks handen en voeten krijgt. Ander punt, en ook de heer Van der Gampel wees daar al over, is die doelstelling, die tweede doelstelling over meer inkomenszekerheid voor onze inwoners met een minimuminkomen. Die klinkt heel sympathiek en je denkt dan ook vooral, want dan kom je namelijk direct op dat punt van wie bereiken wij nou eigenlijk precies. En ondanks dat onze percentage van mensen die op dat minimuminkomen zit best wel hoog is, als je dat landelijk vergelijkt met de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau, dan krijg je toch de indruk dat we het vooral hebben over die wat meer traditionele doelgroepen, de eenoudergezinnen, de niet-westerse mensen, de ouderen, gepensioneerden. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook heel andere doelgroepen die volgens mij, als ze dit horen, meer inkomenszekerheid voor onze inwoners met een minimuminkomen. Ik denk aan boeren, ik denk aan waar we het net over gehad hebben, een aantal winkeliers, zelfstandigen. Ik denk aan ZZP'ers, die zouden ook denken, ja, dat zou ik ook wel willen. En natuurlijk krijgen we dat niet allemaal voor ons, voor elkaar. Dus wij vragen ons af of die doelstelling op deze manier geformuleerd, of die toch niet wat aanpassing zou moeten behoeven. Graag horen we de reactie van de wethouder daarover. Maar wij denken eigenlijk, als we denken aan deze doelstelling, gaat het over die rust en ruimte in je hoofd. En die rust en ruimte in je hoofd, die wil je stimuleren. Je wil mensen aanzetten dat ze straks zelf de regie weer even pakken. Van der Gampel noemde al dat stukje inkomensondersteuning. Maar dat wil je eigenlijk juist ook die groepen bieden, naast die traditionele groepen. De mensen die nu eigenlijk die weg nog niet goed naar de gemeente vinden. En dan komen we direct op dat punt van het vinden van die weg naar de gemeente. Nou, de insprekers hebben daar inderdaad heel mooie voorbeelden van gegeven. De ervaringsdeskundigen en de gebruikers zelf zijn betrokken bij de ontwikkeling van de notitie. Wij hopen ook heel erg dat ze een rol krijgen in de uitvoering van de notitie. Is ons nog niet helemaal duidelijk hoe die effecten van het beleid straks worden gemeten en wat die inwonersenquêtes dan gaan inhouden. Maar wat ons betreft kan dat prima als je dat gaat doen met een of andere panel. Want uit die ervaringen kun je veel meer halen over wat het effect is van maatregelen dan uit andere zaken. Dan nog een laatste signaal wat wij de laatste tijd heel vaak horen, is dat als mensen dan toch de weg naar de gemeente hebben gevonden, dat het dan wel heel lang duurt voordat die ondersteuning dan op orde komt. Dat blijkbaar toch in de gemeentelijke molen, en ondanks de eigen reflectie van dat het structureel en cultureel anders kan, dat aanvragen, dat het heel veel tijd kost voordat die aanvragen worden gehonoreerd. Graag ook daar een reactie van de wethouder. Dank u wel. Tot zover kijk ik even de heer Boshoven. Voorzitter, dank u wel. Naar het parkeren ook. Dit is een ontzettend belangrijk onderwerp. Al kan ik niet anders dan opmerken dat de publieke tribune hier wel wat leger is. Maar wij hebben het hier op de fractie uitgebreid over gehad. Ik dank ook de voorgaande twee sprekers die de kern goed aangaven. Toch stip ik even een paar punten nog aan. Wij vinden het heel goed dat er ook in wordt gegaan op die armoedeval. Is een heel reëel probleem en heel goed dat daar in dit beleidsplan aandacht voor is.
alleen de financiële dekking die daarbij is. Wij vragen ons af of dat helemaal matcht met de opgave die er ligt. En voorzitter, verder blij met de aandacht voor de intergenerationele armoede. Goed dat het op die manier ook benoemd wordt en aangepakt wordt. Wij zitten nog wel met de benutting van de voorzieningen. Zelf schrijft u daarvan dat het landelijk gezien dat de benutting van de voorzieningen aardig goed is. Wij vragen wel om daar onvermiddelde aandacht voor te hebben, ook door middel van de communicatie, zoals de inspreker wellicht ook aangaf, zou de krant uitgeven wellicht inderdaad weer een keer een optie zijn. En ook nadenken met ervaringsdeskundigen over hoe je die informatievoorziening op een moderne manier kunt doen en zo toegankelijk mogelijk. Voorzitter, dat is wel. Dank u wel, mevrouw Meijering. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen zijn van ons zijn ook inderdaad al gesteld door meneer Van der Grampel en mevrouw Joldersma. En daar sluiten we ons eigenlijk ook heel graag mee aan. De armoedeval werd net al benoemd door GroenLinks. Die hebben wij ook opgeschreven, maar wij zien vooral dat het wel staat dat die moet worden voorkomen, maar inderdaad niet hoe we die gaan voorkomen. En wij zien wel extra dingen die wij doen als gemeente, terwijl als gemeente natuurlijk eigenlijk geen inkomenspolitiek mogen bedrijven, zien we wel dat we wat extra dingen doen. En hoe zorgen we nu dat we voorkomen van hulp naar een soort van infuus van de overheid, zeg maar. Je wil mensen inderdaad graag weer zelfredzaam hebben en hun eigen toekomst in de hand zonder dat ze ons als gemeente nodig hebben. Dus hoe wordt dat, ik snap dat het ook een lastig speelveld is, maar hoe denkt de wethouder dat we daarmee om kunnen gaan? Nu is ons armoedebeleid is minimabeleid geworden, terwijl armoede natuurlijk niet alleen bij minima voorkomt. Want je kunt natuurlijk ook door onfortuinlijke, ja, of je kunt gewoon niet met geld omgaan, hè, dan kun je ook in armoede leven. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die te maken hebben met onfortuinlijke omstandigheden, doordat je partner overlijdt of doordat je in een scheiding komt of door andere omstandigheden, je werk kwijtraakt, opeens in armoede komt. En dan vraagt dat natuurlijk veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de mensen. En gaan we die mensen ook helpen of beperken wij ons tot de mensen die een minimaal inkomen hebben? Dan viel ons op dat wij de samenstelling van de huishoudens, daarin schrijft u in bijlage 1... dat 51% van alle huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond een inkomen heeft tot 110% van het wettelijk minimum. Terwijl wij in onze gemeente 4,4% van onze bevolking een niet-westerse achtergrond heeft. Dus het lijkt me wel dat wij daar een uitdaging hebben hoe we deze mensen kunnen betrekken in het sociale leven en dan door kunnen groeien naar het arbeidsproces. Ik ben benieuwd hoe wij daar tegenaan kijken. En zoals het CDA ook al benadrukt, maar ook de ChristenUnie eigenlijk van, ja, hoe gaan wij nu meten? Concrete ambities, tussenevaluatie, wat willen we bereiken? Wanneer zijn we tevreden met dit plan? We geven elk jaar ten opzichte van het vorige beleidsplan ook niet veel meer geld uit, moet ik zeggen. Maar toen hadden we 6,5% van onze huishoudens leefden in armoede. Nu is dat 7%, dus we zijn ook niet beter gaan presteren. Wat verwachten we van dit plan? Nou, dat was het eigenlijk voor nu. Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de meeste vragen zijn gesteld. Met name de vraag van de heer Van der Grampel van welke regeling zijn nu echt regeluw geworden? Die interesseert ons ook zeer. Dan nog, ik ga niet alles herhalen wat een ander al heeft gevraagd. Even een algemene opmerking. Tot voor kort moesten wij leven met de nota leven zonder geldstress. We stappen nu op een andere. Mijn vraag is eigenlijk, wat is er nu gebeurd met de notitie leven zonder geldstress? Dan een ander punt waar ik een beetje aan stoor. Ook in deze notitie komt weer terug. Eén plan, één gezin. In 2015 is dat ingevoerd. En of ik heb niet goed opgelet, maar ik heb er nog bitter weinig van gemerkt. En tot slot eigenlijk, ik twijfel niet aan de goede bedoeling van het college. Daar staan we ook op koers 100% achter.
En toch bekruipt mij wel eens het gevoel dat het aantal adviseurs sneller stijgt dan het besteedbaar minima. Dank u. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Mevrouw Verschuur, blijft dat. Dank u wel, voorzitter. De voorgaande sprekers hebben eigenlijk al best wel veel gevraagd. Er zijn twee dingen die bij mij nog overeind zijn. Dat is wat meneer Seju net ook al aangaf tijdens het inspreken over de cofinanciering. Zou de wethouder hier het een en ander al over kunnen toelichten? Hè? Is er al iets tot stand gekomen? En de krant. Ik hoop dat de wethouder daar ook iets op kan, of nou ja, iets in kan gaan aangeven van of dat wat meneer Van der Grampel ook al aangeeft, van of die weer geüpdate kan worden. Dank je wel, voorzitter. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst complimenten voor de heldere opzet en de leesbaarheid. Blijkbaar is een negatief effect daarvan dat er heel veel vragen komen. En daarom wil ik het uiteindelijk ook maar beperken tot één vraag. Er wordt daar gesproken over de doorbraakmethode. Helaas wordt het niet uitgelegd wat dat nou eigenlijk betekent. Wordt verder niet toegelicht. Zou de portefeuillehouder daar wellicht wat over kunnen vertellen, wat daarmee bedoeld wordt? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder. Mevrouw Luijten. Voorzitter, dank u wel. Veel vragen, maar ook gelukkig veel positieve geluiden. Dus daar zijn we blij mee om dat te horen. Ik ga hier toch iets aan doen. Zo, ja, dat is beter. En ook een aantal dezelfde punten. Dus ik ga ze gewoon maar eens even één voor één doornemen. Regel Lou is een aantal keer gevraagd, wat doen we al als gemeente op regulier terrein? Nou, u kunt lezen dat we er dus op dit moment heel druk mee bezig zijn om dat zo groot mogelijk te maken. Er is een kwartiermaker. We letten er ook bijvoorbeeld op bij het pakje kansfonds wat we recent hebben geïntroduceerd. Hebben we al zo regulier mogelijk gehouden. Maar in dit plan leest u natuurlijk grotere ambities. He, als we het hebben over wat we ook beschrijven, het gaat ons om wat iemand nodig heeft, niet wat er volgens de regels mag. Het gaat ons ook over wat is de geest of wat is de bedoeling van zo'n regeling in plaats van wat zijn alle artikeltjes en alle kleine regels. En we hebben dat, daar zijn we al een tijd mee bezig. Dat staat niet alleen in het coalitieakkoord, maar we zijn er als college als geheel ook mee bezig hoe we dat echt integraal kunnen doen, maar dat is ook dat staat in dit plan nog niet zo eenvoudig. Dus dat is niet zo dat ik u nu kan beloven dat over 3 maanden dat allemaal al in de volledige praktijk is, maar we proberen wel een aantal dingen, met name ook investeren in onze eigen organisatie. En daar gebruiken we wel kennis bij. Ja, dat zijn adviseurs, maar dat zijn ook mensen die hebben bewezen dat ze het op andere plekken al kunnen, om daarmee te oefenen en om ons te leren hoe we dat hier het beste kunnen aanpakken. En dat gebeurt op dit moment ook al. Er zijn al grote groepen medewerkers, zijn al op die manier, hebben cursussen gehad. Dus wat dat betreft doen we ons best. Maar ik kan u niet meteen vertellen, over 3 maanden is het allemaal opgelost. Daar is net iets te complex en te taai voor. Dan de communicatie. Het is goed om te zien dat dat door veel mensen wordt gedeeld. Omdat wij dat zelf ook als als een prioriteit hebben bestempeld. Er zijn veel mensen die recht hebben op die mogelijkheden en daar nog geen gebruik van maken. Nou kan dat ook zijn dat ze zelf vinden dat ze ze niet nodig hebben. Nou, dan hoef je het er vooral niet achteraan te brengen. Maar we hebben, en u noemde zelf ook al een aantal doelgroepen, die heel wel degelijk heel goed baat kunnen hebben bij een aantal van de instrumenten die we hier noemen, maar die de weg nog niet kunnen vinden. Vandaar dat we ook hebben gezegd, we trekken daar echt extra geld voor uit om die communicatie op orde te krijgen. Dat willen we ook heel nadrukkelijk doen met mensen van buiten het gemeentehuis. Want dat hoef ik u niet te vertellen, want wij hier in deze zaal zijn inmiddels gewend aan de beleidstaal die we hier gebruiken. Maar we willen juist bijvoorbeeld een communicatiebureau wat daar helemaal niet in thuis is en die gewoon op een begrijpelijke manier dat kan doen. We zijn ook aan het kijken
dat klinkt misschien een beetje plastisch, maar naar andere vindplaatsen. We hebben bijvoorbeeld een gesprek gehad met de voedselbank van mogen we daar niet eens een steentje opzetten. Want daar komen heel veel mensen die misschien helemaal geen gebruik maken van die regelingen, maar die we wel zouden kunnen helpen misschien. Dus wat ons betreft. En een geldkrant, ik weet niet of het in deze vorm zou weer helemaal terugkeert. Maar iets dergelijks, daar zijn we wel mee bezig. De vorige geldkrant was zo volledig dat heel veel mensen, met name ook laaggeletterden, zeiden dat is zoveel informatie, u bent misschien wat doorgeschoten. Dus we gaan echt kijken wat voor soort informatie komt bij de verschillende doelgroepen nou het beste aan. Voorzitter. Ja, misschien toch nog even inzoomen, wethouder, op dat communicatieplan. Want ja, dat las ik ook al in het plan wat hiervoor ligt, leven zonder geldstress. Het is er dus nog steeds niet. En ja, alle insprekers van alle fracties geven wel het belang hiervan aan. Dus kunt u toch niet een beetje een duiding geven op welke termijn er nu een logisch, begrijpelijk plan is voor de communicatie? Nou, op welke termijn is dat? 2 maanden? 1 maand? 3 maanden? Ik zou u heel graag nu een deadline noemen, maar ik kan het u niet helemaal beloven. Vooral niet als we, want dat vond ik ook een heel goed idee wat viel. Als we dat, voordat we dat allemaal gaan drukken, geldkranten en dergelijke, ook echt willen laten testen door bijvoorbeeld een panel van gebruiks- of ervaringsdeskundigen. Of bijvoorbeeld, dat maken we ook veel gebruik van mensen die laaggeletterd zijn en die voor ons ook de teksten lezen en zeggen, begrijp ik het nou wel of niet? En dat hebben we nou eenmaal niet in 3 weken allemaal gedaan. Maar laat ik zeggen dat we van plan zijn om in ieder geval voor de zomer dat communicatieplan klaar te hebben. Ik hoor hier een toezegging. U hoort een toezegging van voor de zomer. Mevrouw Verschuur. Dank je wel, voorzitter. Nog een vraag aan de wethouder. We hadden net over de krant. Maar blijft het ook bij een krant? Of gaan we richting een online systeem? We gaan ook online. Maar wat we bijvoorbeeld ook willen doen is... of dat nou een folder of... Nou, dat folder is dan natuurlijk een heel ouderwets woord. Maar in ieder geval iets waarop je de verschillende mogelijkheden, niet alleen bij de gemeente, maar ook bijvoorbeeld, waar kan ik naartoe als iemand, als ik een financiële coach zoek? Waar kan ik naartoe? Welke organisatie kan me daar of daarmee helpen? Dus dat gebeurt ook en dat gebeurt zeker ook online. Maar niet alleen, omdat we toch ook wel merken dat niet iedereen dat even makkelijk kan gebruiken. Dus we willen juist kijken, wat is de goede mix van communicatie-instrumenten om de verschillende doelgroepen te bereiken. Nee, nou, fijn om te horen. Misschien goed om iets om mee te geven. In 2018 is namelijk nog een onderzoek gedaan naar kranten en hoe die gelezen worden. En er zijn bepaalde doelgroepen die echt nog veel gebruik maken van de krant. Dus vandaar dat ik me toch nog een keer erin schiet. Dat u daar wel rekening mee houdt en dat die niet zeg maar verbannen wordt. Nee, dat, we gooien hem niet nog in de prullenbak. Zeker niet. Dan is vroegsignalering een aantal keer voorbij gekomen. Dat hoe eerder we erbij zijn, dat ontzettend scheelt in latere problemen. Dat zijn we zeer met u eens. Vandaar dat we natuurlijk ook in deze brief aankondigen dat we met de pilot, dat we die willen verlengen, hè, van voor elkaar. En dat is ook waar deze brief ook op, mede op gestoeld is. Het gaat ons er juist weer om mensen te helpen weer op eigen benen te staan. En dat gaat makkelijker als er een schuld is van 1.000 euro dan van bijvoorbeeld een schuld van 20.000 euro. We hebben die schuldhulpverleningsbrief hier natuurlijk ook al in de raad gehad. Dus wij willen juist ook met wat ik net zei, die andere kanalen, bijvoorbeeld voedselbank, bijvoorbeeld die communicatieplannen, hopen we dat mensen de weg ook eerder weten te vinden. Voordat het inderdaad zo boven hun hoofd is gegroeid dat ze daar jaren niet meer vanaf kunnen komen. De inkomensondersteuning versus inkomenszekerheid bieden. Voorzitter, mag ik nog even vragen stellen op voorgaande? Jazeker. Nog even over dat punt van die vroegsignalering enzovoort. Dat werd door een van de insprekers het voorbeeld genoemd van dat je daar ook ervaringsdeskundigen zou kunnen inzetten. Nou, het gaat me niet om precies de inzet van deze vorm van ervaring, maar is dat ook een idee wat u zou willen oppakken? Want ik kan me voorstellen dat je, net zoals je dat op andere gebieden van gezondheid soms ook doet, dat ervaringsdeskundigen juist in die vroegsignaleren een belangrijke rol kunnen vervullen.
Ja, we geven natuurlijk ook niet voor niets geld, lessen op de scholen in de gemeente. En daar gebruiken we waar mogelijk ook ervaringsdeskundigen bij. Omdat dat toch altijd het verhaal is, zeker met pubers, om het maar even zo te noemen, wat opeens aankomt. Dus dat, we proberen op de alle mogelijke manieren op, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zeker ook in die vroegsignalering, want als we ze niet bereiken, dan zijn we er ook niet vroeg bij. Zo, dat is uiteindelijk de conclusie. En dat zou ik me dan ook kunnen voorstellen bij die andere doelgroepen die nog wat minder naar voren komen in de nota, zoals de zelfstandigen, de landbouwers, winkeliers die net het hoofd boven. Zijn daar nu al initiatieven of is het mogelijk om dat juist wat uit te breiden? Ja, we, er zijn natuurlijk erfbetreders, er is een erfbetredersinitiatief. Daar hebben we als gemeente contact mee. Die hebben een systeem opgezet waarbij signalen komen op het moment dat bijvoorbeeld op boerenerven er in ieder geval een probleem lijkt te zijn. We doen dat op hun verzoek wel heel terughoudend en op de achtergrond, omdat met name daar discretie een belangrijk onderdeel is. We doen ook andere dingen. Want we hebben bijvoorbeeld bij het ondernemershuis zit een aantal van de ondersteunings, die weten de ondersteuningsregelingen voor ZZP'ers of voor kleine ondernemers. Dus we proberen juist met de verschillende, noem het maar, belangengroeperingen, brancheverenigingen, dat soort clubs samen te werken. Op zijn minst dat mensen weten wat er is en waar ze naartoe door kunnen verwijzen als in hun achterban iemand met dat soort problemen zit. Maar ik wilde eigenlijk toe naar de inkomenszekerheid. Wat wij hier steeds noemen, en dat is vooral vanuit het idee juist geboren, dat hoe krijg je iemand weer op eigen benen, zodat hij ons verder niet meer nodig heeft, op wat voor manier dan ook. En dat is als er weer sprake is van een bepaalde stabiliteit of zekerheid in je inkomensvoorziening. Dat kan een uitkering zijn, dat hoeft helemaal niet. Maar wat we willen, waar we naartoe willen, is dat als iemand in de problemen zit of in de armoede leeft, hoe krijgen we iemand weer van A naar B in die zin, als B weer is, ik red het weer, ik heb het weer op orde, ik moet misschien nog wel schulden afbetalen een tijdje, maar ze worden niet meer groter, ik heb weer overzicht over mijn financiën, ik heb misschien een baan als ik in een uitkering zat. Dat soort zekerheid, dat helpt enorm als mensen zich weer willen ontwikkelen. Zolang je nog tot over je oren in de ellende zit, ja, dan is het heel erg veel gevraagd om ondertussen ook te denken over je toekomstperspectief en daar ook nog andere zaken mee te doen. Dus die zekerheid, en dat is ook iets wat natuurlijk bij die armoedeval veel voorkomt. Als ik ga werken, maar ik weet, het is een tijdelijk baantje en ik weet niet of ik over 3 maanden weer in de bijstand zit. En als ik ga werken, raak ik mijn toeslagen kwijt. En hoeveel verdien ik dan eigenlijk als het een flex baantje is? Dat zijn allemaal redenen waardoor mensen bijvoorbeeld dan toch kiezen voor de zekere situatie waar ze op dat moment in zitten. Dat kan bijvoorbeeld een uitkering zijn. En wat wij willen doen is in ieder geval zoveel mogelijk maken dat mensen dat toch gaan doen. Bijvoorbeeld door te zeggen, ga het proberen en we kunnen kijken of we in het eerste jaar die terugval in inkomen kunnen compenseren. Dan kan je zeggen, dan blijf je dus nog een tijdje doorbetalen. Maar het is in ieder geval een stuk minder dan wanneer iemand in een bijstandsuitkering blijft. Bovendien haalt iemand daar zelf veel meer voldoening uit. Dus we zijn op dat soort manieren, proberen we te kijken van hoe garandeer je of hoe help je iemand die stap makkelijker te maken. Dus het is niet zo, wij zorgen voor uw inkomenszekerheid. U hoeft er zelf nooit meer over te denken. Dus wij nemen die regie over. Dat is expliciet niet de bedoeling. Maar we willen wel zorgen, oké, wat is er nu nodig om weer een stabiele situatie te creëren, waarin je even niet wakker ligt over geld en kan doen wat je nodig hebt. En van daaruit weer die volgende stap maken naar weer op eigen benen staan en weer overzicht hebben. Voorzitter, als ik daar nog een aanvullende vraag over mag stellen, want de toelichting is helder. Maar in de toelichting hoor ik ook wel dat dat zich toch weer wat richt op die, wat ik net de traditionele groep heb geroepen. Als je in een uitkering zit of niet in een uitkering. Terwijl ik me kan voorstellen, en dat kun je ook uit andere landelijke onderzoeken halen, is dat dat bij zelfstandigen en bij ZZP'ers die inkomensbeleving en het onrust hebben over je inkomen gewoon van een heel andere orde is. En moeten we ook daar juist niet ons instrumentarium of de benadering ook op aanpassen?
Dat kan. We hebben wel veel instrumenten. Wat u zal opvallen is dat we best een aantal ambities formuleren, maar dat we u niet vragen om heel veel extra budget daarvoor beschikbaar te stellen. Omdat wij steeds meer ook weer erachter komen dat we hebben heel veel regelingen. De vraag is, gebruiken we ze goed genoeg? En als je, dus we willen, en dat is misschien, als dat een te grote ambitie blijkt te zijn die we ons hebben opgelegd, nou dan ziet u mij hier weer een keer terug. Maar wij denken dat met de regelingen en de mogelijkheden die we hebben, als we die beter inzetten, als we die meer inzetten vanuit waar we in geloven, dan dat we alleen maar die regeltjes, dat er mogelijkheden zijn, meer zijn, dat we meer steun kunnen bieden, dan dat we daar nu weer nog weer allerlei nieuwe regelingen voor in het leven roepen. Want bijvoorbeeld voor ondernemers, ZZP'ers, als die een tijdje te weinig inkomen hebben en daarmee richting armoede dreigen te gaan, daar zijn ook tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden voor. De vraag is, hoe makkelijk of hoe moeilijk zijn die aan te vragen en weten die mensen dat? Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan echt, en daarom hebben we ook een kwartiermaker, kijken wat kunnen we allemaal, wat hebben we allemaal, en gebruikt iedereen die hem nodig heeft of die er op zit te wachten, kunnen die er nu goed bij? Dat is eigenlijk de vraag. Dan kom ik ook op wat er ook al is gezegd, het bereiken. Nou ja, daar hebben we het net over gehad. We gaan zoveel mogelijk doen om mensen proactief ook te benaderen. De indicatoren en de prestaties. Dat klopt dat u zegt, daar lezen we in dit stuk nog niet heel concreet allerlei cijfers over. Waar u over 1 of 2 of 3 jaar van kan zeggen, we hebben het wel of we hebben het niet gehaald. Dat komt omdat er ook een aantal maatregelen nog niet concreet gekozen zijn. Ik heb het ook even over die armoedeval en die doorbraakmethode. Daar kom ik nog op. Dat gaan we doen. Maar we zijn op dit moment aan het kijken welke methode wij kiezen hier als gemeente. Wat hier het beste past. Er zijn verschillende methodes die gemeentes gebruiken. En sommige zijn misschien wel of niet geschikt voor hier. Maar als we nog niet weten hoe we dat gaan doen, kunnen we u ook nog niet beloven hoeveel mensen we op die manier over 1 of 2 of 3 jaar hebben geholpen. Die uitwerking die volgt. En zodra we voor een methode kiezen, dan beloof ik u ook dat we daar een aantal, of in ieder geval een doel bij zullen vermelden, wat we daarmee willen halen. En daar kunnen we het dan over hebben of we dat wel of niet hebben gehaald. Ik realiseer me, het is niet om nu alle indicatoren en prestaties, afspraken, hiermee van tafel te vegen, meneer Stelpstra. Ik zie u lachen. Het gaat ons er juist om. We hebben daarom ook een aantal cijfers in deze nota gezet, omdat we dan ook over 2 of 3 jaar kunnen kijken. Maar goh, zijn die cijfers ook gedaald of zijn ze alleen maar gestegen? Want het cijfer is nu van 6,5 naar 7% gestegen. Dat klopt. Dat is net aan het eind van een recessie geweest of een crisis en we zijn ook nog gestegen. En het is iets waar we beter op zullen moeten rapporteren. Maar dat kunnen we ook inrichten op het moment dat we naar dat soort methodes, dat we die methodekeuze definitief hebben gemaakt. Voorzitter, ik snap wat u zegt, wethouder. Ik denk op zich ook goed. Beter eerst even goed nadenken van hoe gaan we dat gebruiken. Welke methode, welk systeem. Maar dan zou het inderdaad goed zijn om daar de raad zo snel mogelijk over te informeren. Daarin dus ook op de onderdelen die u wilt gaan meten, of daar waar u een hoger bereik in procenten dan wel absolute aantallen, om dat ook aan de raad mee te geven. En dan ook dat te gebruiken bij de tussenevaluatie in 2022, waar u misschien straks nog op terugkomt. 2022, nou dat is over een kleine 2 jaar, dus wie weet. Dan komen we er zeker op terug op het moment dat we dat soort keuzes maken. Mevrouw Joldersma. Ja. Nou, nog even, als u dan toch die indicatoren of wat het dan ook gaat worden gaat uitwerken, neemt u daar dan ook even de snelheid waarmee iemand de ondersteuning krijgt als indicator mee? Ja, ik had dat eerlijk gezegd ook meegenomen bij het hoofdstuk wat ook in de brief staat. Hè, van als we onze eigen manier van werken willen verbeteren en eigenlijk willen omdraaien, daar staat letterlijk wat heeft iemand nodig, daar gaan we het over hebben. Daar hoort natuurlijk ook bij dat iemand snel antwoord nodig heeft en niet in zo'n situatie dan ook nog een hele tijd moet wachten.
Dat, dus we hebben hem genoteerd en die komt ook op het lijstje. Dan werd er gevraagd naar de regio-deal en de doorbraakmethode. Dat zijn twee plekken waar we daarmee gaan experimenteren. De doorbraakmethode, dat is dat er echt letterlijk iemand naast een gezin gaat zitten. Of tijd heeft daarvoor en we gaan daarin, dat was het voorstel over die regio-deal, letterlijk mee experimenteren samen met Coevorden en Emmen. Dat betekent, we zoeken een gezin en die hebben we natuurlijk met multiproblematiek. En die krijgen, als ze dat willen, een gezinscoach. Die komt 8 uur per week, is die daarvoor beschikbaar. En dat is de regisseur op dat moment om te helpen wat er moet gebeuren. Die krijgt per gezin ook een budget, wat hij kan uitgeven aan zaken. En die probeert inderdaad weer toe te komen naar, oké, hoe help ik dit gezin weer op de benen en dat ze weer zelf verder kunnen. En die heeft alle contacten ook met alle andere organisaties. En dan gaat het om, wat is er nodig in dat gezin en niet van, welke regelingen hebben we, welk aanbod hebben wij. Nee, wat is de vraag vanuit dat gezin? En dat wordt de doorbraakmethode genoemd. Er is een instituut voor publieke waarde die dat al veel heeft gedaan. En we gaan nu in die regio-deal dat samen met Coevorden en Emmen doen. En dat is deel van het plan dat komt in die regio-deal Zuidoost-Drenthe. Hopen we daar de helft van gefinancierd te krijgen. En daarvan hebben we gezegd, we willen minimaal 5 gezinnen op die manier zo'n coach geven. En kijken wat dat na een jaar heeft opgeleverd. Het kunnen er ook 10 zijn als er zoveel gezinnen willen meedoen, maar minimaal 5 hebben we gezegd. En dan kunnen we zelf ook binnen een jaar kijken van wat zijn nou de effecten van zo'n aanpak. Is het een soort aanpak waarvan wij zeggen, we gaan er 10 keer zoveel mee door. Of zeggen we, het is wel interessant, maar je moet wel heel specifiek kijken in welke gevallen dat nuttig kan zijn. Want dat is niet automatisch voor elk multiprobleemgezin geschikt. Dus dat wat betreft de regio-deal en de doorbraakmethode. Er was een vraag van de VVD dat we er niet naartoe moeten dat we mensen zoveel aanbieden dat ze als het ware aan een overheidsinfuus belanden. Nou, de hele gedachte achter deze brief is juist hoe krijgen we mensen weer op eigen benen, in eigen regie in hun leven. Dus daar zijn we het reuze met u eens. Dat we mensen het laatste wat we willen is dat mensen afhankelijk worden van ons. Daar gaat het ons niet om. Maar het kan wel zo zijn dat als we net iets actiever of proactiever helpen in het begin, dat we met mensen in contact komen, dat we ze daarmee op een betere en daarmee ook langdurige manier weer vooruit helpen. En dan hoeven we ze misschien de komende jaren of misschien wel nooit meer terug te zien. Dat is eigenlijk de belangrijkste gedachte. De uitdaging voor statushouders, daar zijn we ons zeer van bewust. De middelen inburgering en ook de manier van organiseren van de inburgering gaat natuurlijk heel anders worden. Wij werken hier in dit huis al zo dat de mensen die wij kennen, hebben we ook speciale programma's voor. Dat is soms nodig. Maar we werken bijvoorbeeld ook samen met de gemeente Coevorden en Moderna. Om die dan een groep statushouders bijvoorbeeld in dienst neemt, maar die nog wel moeten inburgeren. Toen hebben wij gezegd, nou dan sturen wij die docent Nederlands wel naar dat bedrijf. Zodat ze gewoon naar het bedrijf kunnen en daar ter plekke ook Nederlandse les krijgen. In plaats van dat ze 3 keer in de week van het werk weer op de een of andere manier moeten terugzien te komen naar een school. En daar dan een klas zitten met elkaar. Dus we proberen op allerlei manieren ook ervoor te zorgen dat deze mensen een beter toekomstperspectief hebben dan inderdaad een relatief hoog percentage armoede en uitkeringen te houden als je niet uitkijkt. En taal bijvoorbeeld is daar een heel wezenlijk onderdeel van. Het plan Leven zonder geldstress is gevraagd door meneer Kloekhorst. Waar is dat dan gebleven? We hebben in de bijlagen, kunt u ook zien welke instrumenten uit dat beleidsplan, wat we hebben gevonden van hoe we die hebben uitgevoerd en welke we meenemen, welke we verbeteren en waarvan we afscheid nemen. Dus we hebben alle goede punten uit dat plan overgenomen. Die blijven we ook gewoon doen. En we hebben er daardoor een aantal nieuwe aan toegevoegd. Dat is de status. Dus je zou kunnen zeggen, dit is leven zonder geldstress 2.0.
maar ook wel met een iets ander perspectief en een andere ambitie daar nog in. Ik geloof, als ik het zo kijk, voorzitter, dat ik hiermee alles wel zo'n beetje heb gehad. Mevrouw Joldersma wil nog iets vragen. Oh, meneer Van der Grampel ook, sorry. Ik zag eerst mevrouw Joldersma. Dames gaan voor. Ja, voorzitter, dank u wel. Nog even de vraag over armoede als geïsoleerd probleem ten opzichte van de aanpak in brede zin. We doen dat vanuit twee manieren, doen we dat integraal. Zowel de mensen hier vanuit inkomen en armoede, die kijken daarnaar. Maar uiteraard ook bij de samen doen teams, ook bij onze maatschappelijke partners waar we mee samenwerken. Het is vaak niet een geïsoleerd probleem, daar ben ik heel erg met u eens. Vandaar dat we die instrumenten ook op andere terreinen in ieder geval aan elkaar proberen te koppelen. En dat betekent dat het heel belangrijk is dat Samen Doen weet dat wij samenwerken met Raad en Recht of met Eurowijzer die financiële coaches kunnen hebben. Het is heel belangrijk dat bijvoorbeeld de ambtenaren hier in huis weten wat er op andere maatschappelijke organisaties aan zorg en aan hulp te bieden is. Dus we proberen dat vanzelf integraal te bekijken. Op het moment dat er een budgetcoach in een huis komt en die constateert dat er ook een zorgprobleem is of andersom, dan is het natuurlijk met name heel belangrijk dat ze weten wie ze daarvoor moeten bellen. En met die doorbraakmethode en in die regio-deal proberen we juist die integrale problemen integraal aan te pakken. Meneer Van der Grampel? Ja, misschien toch even een expliciete vraag. Betrekt u de raad bij uw tussenevaluatie in 2022? Even denken. 2022, ja, ik dacht misschien komt er 23. Ja. We kunnen u in ieder geval eind 22 vertellen over waar we staan. Maar ik kan u niet verzekeren dat we dan al natuurlijk alles helemaal... want dat is best snel. Het is natuurlijk nu een plan voor een aantal jaar. En zoveel jaar is het ook. Het is geen 10-jarig plan. Maar goed, we kunnen u in ieder geval een voortgangsrapportage eind 22... Het jaar heeft 365 dagen, dus het hoeft niet voor de zomer. Het kan ook na de zomer, omdat dit plan natuurlijk eerst geïmplementeerd moet worden. Precies. Dank u wel. Na tevredenheid van iedereen alle vragen beantwoord, voor de eerste termijn. Voorzitter, als ik nog een korte vraag zou mogen stellen, om een tweede termijn te voorkomen. Dank u wel. Ik was wel even benieuwd, hè, want het is best wel een omvangrijke voorstel en naar mijn inzicht ook wel gewichtige materie. In ieder geval voor de ChristenUnie is het een belangrijk thema. En ik vroeg me af of het niet handig was geweest om hier ook nog eens vooraf met elkaar over te brainstormen. Als raadcollege een soort informatiesessie. Ik merkte ergens dat ik zelf daar wel de behoefte toe had gehad. Neemt niet weg dat ik het stuk inhoudelijk prachtig vind, maar ik mis toch ergens de mogelijkheid om mee te kunnen denken in het voorstel. Ik weet niet hoe de portefeuillehouder daar tegenaan kijkt. We zijn blij altijd met raadsleden die zich zo betrokken voelen bij een onderwerp dat ze willen meedenken. We hebben natuurlijk ook onderdelen hiervan al eerder in de raad gehad. En daar hebben we ook wel informatiebijeenkomsten natuurlijk over gehad. Ik denk even aan de schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Dat is ook een belangrijk onderdeel van je armoedebeleid. En u kunt nog naar hartelust meedenken, omdat we juist op een aantal onderdelen nu ofwel pilots doen, ofwel nog in de methodes gaan kiezen. Dus ik kan u wel, als u dat wil, op de hoogte houden van al die zaken, zodat u naar hartelust kunt meedenken. Maar ik zie nu uw hoofd schudden, dat ken ik niet. Dat was de niet de inzet nee. Van... Het was ook een beetje om als tip mee te geven. Dank u voorzitter. Wel. Die tip nemen wij zeer ter harte, voorzitter. Dank u wel, meneer Stelpstra. Voor zover de eerste termijn. Wie heeft vragen voor de tweede termijn? Niemand. Dat is een helder verhaal. Dan is de vraag aan u, is dit een bespreekstuk of een hamerstuk tijdens de raadsvergadering? Ik vond de beantwoording prima en de toezeggingen zijn gedaan. Dus wat mij betreft kan het een hamerstuk worden. Prima, dan gaat het als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Zijn we bij punt 6, de rondvraag. Is er iemand die nog iets voor de rondvraag heeft? Niemand.
Dan sluit ik bij deze de vergadering. Bedankt voor uw aandacht en wel thuis.